Goedemorgen allemaal. Welkom op ons webinar over de impact van corona op het menselijk kapitaal in organisaties. In dit webinar koppelen wij de resultaten terug van ons onderzoek dat liep tijdens de paasvakantie bij HR-professionals en bedrijfsleiders. Nu, dit onderzoek kwam tot stand mede dankzij de samenwerking met onze partners, hieronder mooi beschreven, VBO, HR Pro, SD Works, VPACT Individual en HR Magazine. Maar dit onderzoek kwam voornamelijk tot stand dankzij de medewerking en hulp van jullie. Alle mensen die de vragenlijsten invulden en die het voor ons mogelijk maakten om deze resultaten te verzamelen en aan jullie terug te geven. Daar willen jullie dan ook uitdrukkelijk voor bedanken. En na de presentatie zullen we jullie ook vragen om u op te geven, als u dat willen, om mee te werken aan het vervolgonderzoek over de lange termijn impact van corona op dat menselijk kapitaal. Nu, over tot de orde van de dag. Dus we starten met een introductie, ook een korte beschrijving van onze steekproef, de mensen die de vragenlijst invulden. En dan gaan we over naar mijn collega professor Ans de Vos, die spreekt over flexibele arbeidsorganisatie en vertelt over hoe organisaties van flexibel schakelen tijdens de lockdown naar flexibel herinschakelen bij de heropstart naar een flexibele arbeidsorganisatie kunnen gaan. Daarna neem ik over en spreken we over welzijn in organisaties, zowel tijdens de lockdown light als hoe dat we daarna terug kunnen heropstarten en terugveren. En tenslotte David Duchesne van HR Pro vertelt ons wat de implicaties hiervoor zijn voor HR. Tenslotte is er nog een nabeschouwing van het VBO en daarna is er nog tijd voor een aantal vragen. Nu, tussen of na elke contributie, na elke presentatie, is er ook altijd even kort tijd voor een vraag te behandelen. En dan op het einde bij de Q&A is er eventueel mogelijkheid om nog wat meer daarop in te gaan. Dit alles wordt in goede banen geleid door Sarah de Smet, onze collega van Next Generation Work, waarvoor we natuurlijk zeer dankbaar zijn. Dank u wel, Sarah. Zoals er juist gezegd, de beschrijving van de steekproef. 1241 respondenten, heel veel input hebben wij gekregen. Wie zijn zij? Een beetje een zicht krijgen op de mensen op wie wij onze resultaten baseren. Nu, 691 HR-professionals hebben onze vragenlijst ingevuld, 306 bedrijfsleiders en ook nog 244 andere beroepen. En dat gaat echt van leerkrachten tot ingenieurs. Het waren een heleboel verschillende andere beroepen. Als we gaan kijken naar de grootte van de bedrijven, zien we dat er eigenlijk uit elke portie wel heel wat respondenten waren, met een lichte overgewicht van de heel grote bedrijven van meer dan 500 werknemers. En de grote meerderheid van onze respondenten was Nederlandstalig en ongeveer 1/5 Franstalig. Als we naar de indeling gaan kijken op basis van de activiteiten, zoals het vandaag eigenlijk ingedeeld is tijdens deze crisis, de risicoactiviteiten, zoals kunst, horeca, die moesten sluiten in deze omstandigheden, daar waren 36 van onze respondenten. De essentiële activiteiten, producenten van levensmiddelen, maar ook gezondheidszorg en zo meer, die moesten blijven tijdens deze periode 362 respondenten. En dan tenslotte alle andere activiteiten die afhankelijk of ze social distancing konden behouden of niet, mochten open blijven of moesten sluiten, 532 respondenten. Nu, dat zegt misschien niet voor iedereen evenveel, vandaar dat ik er toch ook een paar sectoren even uitgelicht heb om wat een zicht te krijgen op wie er hier allemaal de vragenlijst ingevuld heeft. Zien we dat heel wat respondenten uit de industrie kwamen. Ook de gezondheidszorg was hoog vertegenwoordigd, administratieve diensten, openbaar bestuur en defensie, financiën en verzekeringen, groot- en detailhandel, vervoer en opslag, ook heel wat mensen, onderwijs iets minder, accommodatie en horeca en kunst waren weinig vertegenwoordigd in onze vragenlijst. Nu, dat is altijd ook wel belangrijk om rekening mee te houden wanneer dat je naar de resultaten kijkt en ze interpreteert. Dat we bijvoorbeeld weten dat uit de accommodatie en horeca niet zo heel veel respondenten kwamen. Oké, dan geef ik nu het woord terug aan Sarah. Dankjewel, Kathleen. Goedemorgen iedereen, welkom. We hebben helaas niet de tijd om iedereen voor te stellen aan elkaar, maar we zouden toch heel graag jullie een beetje beter leren kennen. Vandaar dat jullie zo meteen een aantal vragen op jullie scherm zullen zien. Ik denk dat Kathleen de PowerPoint kan wegdoen. En dan kunnen wij even een poll laten zien.
Normaal gezien zien jullie nu een eerste poll op jullie scherm verschijnen die jullie wat meer informatie gaat geven over wie het webinar volgt en dat wij jullie ook kunnen leren kennen op die manier. Oké. Dan kan ik de eerste vraag al delen met jullie. We zien dat 50% van de mensen die het webinar aan het volgen is HR-professional is, 10% bedrijfsleiders en de rest zijn andere functies. Dan ga ik eventjes naar de volgende vraag. Daar vragen we naar de bedrijfsgrootte van jullie bedrijf. De poll komt normaal gezien tevoorschijn in een apart scherm. Zoals jullie even gaan zien bij Zoom, zou je normaal gezien een tweede schermpje moeten openen. Oké, dan laat ik deze eventjes zien. Dan zien jullie dat we vooral grote bedrijven, meer dan 500 werknemers, 34%. En ook kleine bedrijven, minder dan 10 werknemers. En de rest is wat verdeeld. En dan heb ik nog een derde poll. Gaan we kijken naar de sectoren. We hadden een beperkt aantal antwoordmogelijkheden, dus we hebben ze een beetje samen moeten nemen, maar geeft ons toch een beeld. Oké, dan ga ik de poll hier beëindigen en de resultaten met jullie delen. En als jullie een beetje naar beneden scrollen, dan zien jullie dat openbaar bestuur en defensie goed vertegenwoordigd is, 18%. Informatie en communicatie, financiële activiteiten, ook de industrie, zoals in onze survey eigenlijk. En dan ook heel wat andere sectoren. Oké, tot daar. De vragen, dankjewel om die eventjes in te vullen. Dan kan ik nu het woord geven aan professor Ans de Vos, die jullie iets zal vertellen over de flexibele arbeidsorganisatie. Ja, goedemorgen ook allemaal. Heel hard welkom van mijn kant. Terwijl ik mijn scherm met jullie ga delen, wil ik al even meegeven dat, dat we toch wel echt aangenaam verrast waren. Enerzijds door de respons op onze enquête toen we die lanceerden begin april. En nu vandaag ook, als we zien dat er op dit moment al meer dan 260 mensen hier in het webinar aanwezig zijn, dan denk ik dat we vandaag toch met een thema bezig zijn dat heel hard leeft. Dat vandaag ook al en de voorbije weken zeker op meerdere manieren in de aandacht is gekomen in de media. En maar waar ik denk dat we zeker met de HR-professionals en de community ook van bedrijfsleiders dat het zeer belangrijk is dat we ook dat aspect van menselijk kapitaal toch ook wel binnen onze bedrijfscontext ter harte nemen en vanuit verschillende invalshoeken gaan kijken wat is er nodig om in een context waar er heel veel onzekerheid is vandaag toch wel naar een duurzame doorstart te kunnen gaan. Het was ook wel bij ons toch wel een vaststelling dat tijd iets relatief is en dat in sommige periodes een maand zeer lang kan zijn en in andere periodes een maand voorbij vliegt. We kunnen misschien allemaal dat subjectieve element van tijd vandaag op een bepaalde manier aanvoelen. Maar wat we zeker ook hebben vastgesteld is en wat belangrijk is bij het bekijken ook van het geheel van onze resultaten, is dat we hebben deze enquête afgenomen begin april, dus tijdens de 2 weken van de paasvakantie.
bij het samenstellen van de vragenlijst was het op dat moment zelfs nog niet aan de orde om te vragen van hoe zijn jullie de heropstart aan het voorbereiden? We hebben wel een aantal vragen voor de toekomst ook gesteld. Maar waar we vandaag zien, we zijn geen 4 weken verder en de agenda van de dag is vandaag veel meer dan 4 weken geleden toch wel echt die heropstart. Maar ik denk dat we zeker hier een heel aantal interessante zaken gaan kunnen meenemen uit onze bevraging, die wij zelf in onze volgende bevraging ook verder gaan opnemen naar hoe succesvol een HR-beleid op te zetten en verder te zetten in een snel veranderende wereld. Nu, rond die VUCA-wereld, dat is een thema, denk ik, of een buzzword dat niet dateert van half maart, maar toch wel al een aantal jaren meegaat, waar dat er heel veel wordt gezegd en waar ik ook natuurlijk vanuit mijn eigen onderzoeksdomein zeer sterk op gefocust ben, van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we toch in een snel veranderende omgeving die complexer en ambiguer wordt en onvoorspelbaarder, ervoor zorgen dat de manier waarop dat we met loopbanen omgaan toch een stuk ook die dynamiek meeneemt. Waar dat we toch vaststellen dat in onze traditionele Vlaamse, Belgische arbeidsmarkt de loopbanen er nog vrij traditioneel uitzien. De gemiddelde jobanciëniteit in België is hoog, zit bijna aan de 20 jaar. De jobmobiliteitsgraad in België was in 2018, dat zijn de recentste cijfers, laag. Ongeveer 5% verandert op jaarbasis van werkgever. Dat ligt hoger in 11,5% bij de jongere werknemers en dat ligt zeer laag bij de 55-plussers, dat is die 1,9%. En een beetje in onverdachte tijden nog hebben wij een survey uitgevoerd in februari, dus vlak voor de coronacrisis, toen dat iets leek dat vooral voor het verre China een probleem was, waar wij bij een 2265 werknemers een bevraging hadden uitgevoerd en waar dat toch ook nog eens die stabiliteit van loopbanen eigenlijk naar voren kwam. De helft ongeveer was nog nooit intern van job veranderd, de helft wil ook liefst bij de huidige werkgever de hele loopbaan blijven werken. En ook nog eens een kleine helft geeft aan. Het is bij ons ook wel de gewoonte dat we in ons bedrijf jarenlang hetzelfde doen. Tot zover loopbanen in een VUCA-wereld voor corona. Als we vandaag de media erbij nemen, en dit zijn maar een paar snapshots van communicaties hier rond, zien wij dat we met een enorm hoog aantal mensen zitten die vandaag op dit moment niet bij de huidige werkgever is, omdat die in tijdelijke werkloosheid zit. Een deel daarvan hopelijk vanaf volgende week wel opnieuw. Zijn er grote bekommernissen over al de mensen die in niet-standaard werknemersstatuten zitten van langere termijn, de zelfstandigen, maar ook de uitzendkrachten. En zien we dat ook bij die medewerkers die nog aan de slag zijn, dat er toch wel een bezorgdheid is rond de loopbaan en rond de werkbaarheid van het werk op de langere termijn. Dus we zitten plots in een hele andere context die, denk ik, het woord VUCA, volatiel, onzeker, complex en ambigu, toch wel een hele andere invulling of weerklank geven, waar we tot voor kort dachten dat we die zoveel mogelijk toch konden voorspellen. En we baseerden ons dan op hoe kunnen we mensen voorbereiden op de toekomst, dat we plots helemaal in een andere toekomst zitten die we niet hadden geanticipeerd. Nu, we hebben in onze bevraging een aantal zaken meegepakt, waar we zijn gaan kijken naar hoe gaan organisaties nu om met die plotse, acute nood aan flexibiliteit, aan herorganisatie. En je kan dat vanuit verschillende invalshoeken bekijken. En de eerste daarvan is de interne arbeidsorganisatie. En wat dat we vaststelden in onze bevraging een deel van jullie zullen het zeker ook hebben ingevuld, is dat er in eerste instantie zeer snel geschakeld is naar die interne arbeidsorganisatie. We hebben daar vastgesteld dat thuiswerk plots in een zeer hoge vlucht heeft genomen. Binnen de 80% van de bedrijven gaf aan dat dat bij bedienden vandaag het geval is. En ook een kleine minderheid van de bedrijven vermeldde dat er ook thuiswerk bij arbeiders is. Maar het is niet alleen thuiswerk. Thuiswerk heeft de laatste weken zeer veel aandacht gekregen naar aanpak of naar oplossing voor het blijven continueren van bedrijfsactiviteiten en de arbeidsorganisatie intern anders te doen. Maar we zagen bijvoorbeeld ook wel digitalisering van het werk. Dat is toegenomen. En bijvoorbeeld in de onderwijssector, of wat wij nu aan het doen zijn, wij doen nog ergens of hetzelfde werk, maar we doen dat op een andere manier via deze interface.
Ook aanpassingen in het werken hebben we vastgesteld dat er toch wel zijn doorgevoerd in heel wat bedrijven. En tenslotte zien we ook toch in mindere mate nog een aantal andere initiatieven die meer gaan naar die interne arbeidsmarkt. Dus waar dat 1 op de 5 bedrijven ook wel aangaf van wij schakelen mensen in alternatieve opdrachten of we zetten ze in op andere delen, in andere delen van de organisatie. En waar we vooral zien dat dit soort zaken vooral gebeuren in die organisaties die vandaag in de essentiële sectoren zitten, waar er ook wel een toename was van werkdruk en werkvolume. Dus dat is één aspect waarop je kan kijken van hoe kunnen we flexibel gaan schakelen. En dan heeft thuiswerk hier denk ik een heel prominente plaats. Maar er is er ook zoiets als een grijze zone waarin we zijn gaan schakelen. En dat we ons kunnen afvragen van, ja, dit is nog altijd onze interne arbeidsmarkt. Want we sturen mensen niet naar de externe arbeidsmarkt, maar toch zijn ze niet meer actief aan het werk. En dan zien we toch dat een heel groot aantal van de respondenten ook aangeeft van, we hebben mensen gestimuleerd om verlof op te nemen. We zagen dat vooral voorkwam in ofwel de hele kleine organisaties en de grote, maar minder in de middelgrote ondernemingen. Toch ook wel wat organisaties waar werkuren verminderd zijn bij een aantal medewerkers. En ook wel een bijna 12% waar mensen betaald thuis zitten. Dus daar is de vraag, zijn we hier nog over de interne arbeidsmarkt bezig? Ja, zeker, want mensen staan nog op onze payroll, maar ze zijn eigenlijk niet actief aan het werk. Nu, als we kijken naar wat de verdere bevindingen een stukje waren daar rond, ik denk rond thuiswerk, dat het toch wel opviel dat in 1/3 of meer dan 1/3 van de bedrijven de respondenten aangaven, dit was bij ons voordien niet het geval. En 2/3 van die mensen zeiden daarbij wel, van ja, eigenlijk was het wel mogelijk. Dus in 1/3 was het ook niet mogelijk door de aard van het werk. Maar waar dat in 2 van de 3 wel werd gezegd, ja, eigenlijk was het wel mogelijk, maar het gebeurde niet. Dus ik denk dat we ook dat hebben vastgesteld al in eerder onderzoek dat we samen hebben uitgevoerd met het VBO een paar jaar geleden rond flexibel werken, dat we dat ook vaststelden dat eigenlijk 2/3 van de respondenten, werknemers, toen aangaf van het zou wel kunnen, maar het mag eigenlijk niet in de organisatie. We zien ook dat bij die andere groep bedrijven die wel al aangaf van thuiswerk was er al, dat dat eigenlijk redelijk uitzonderlijk was in de zin dat het qua impact op de manier van werken beperkt was tot minder dan 1 dag of 1 dag in de week bij de grote groep van medewerkers, waardoor die omschakeling ook toch ook voor die groep medewerkers groot is om plots van 1 dag of minder dan 1 dag naar 5 dagen te gaan. Wat ons toch ook is opgevallen, dat er algemeen wel positief wordt beoordeeld na enkele weken thuiswerk toen de enquête liep. De grote meerderheid geeft aan van thuiswerk organiseren loopt vlot. Maar tegelijkertijd stelden we toch ook wel vast dat er daar in 1 op de 2 bedrijven eigenlijk weinig richtlijnen gebeuren of adviezen werden gegeven om dat thuiswerk te organiseren. En dat het thuiswerk vooral zich focust op het werk gedaan krijgen en dat de aandacht aan loopt dit vlot, een stuk de reflexiviteit ervan inbouwen, dat eigenlijk in een 40% van de organisaties wel gebeurde, maar toch ook wel in een 60% dat men aangaf dat men daar eigenlijk geen opvolging van deed. Dus een snel schakelen intern door vooral te focussen op thuiswerk, maar toch ook wel door een stuk te gaan focussen naar ander werk doen. Niet alleen anders werken, maar ook ander werk doen. En daar zagen we in onze resultaten vooral toch een focus naar ander werk doen in de huidige job, dus bepaalde taken die wegvallen of die gedigitaliseerd worden. Maar toch ook wel in een minderheid van de gevallen interne capaciteitsnoden elders gaan invullen en mensen dus eigenlijk elders gaan inschakelen in de organisatie. Daar merkten we ook dat de meerderheid van jullie aangaf van dit loopt vlot. We hebben ook gezien dat er toch wel wat bedrijven zijn, vooral diegenen die aangeven wij werken op een lagere capaciteit nu, dat er daar ook wel dat in balans wordt gebracht door ook mensen een stukje op een lagere capaciteit te werken. Niet alleen door die werkloosheid, daar kom ik direct op, maar toch ook wel door te gaan balanceren door minder uren of dagen te gaan werken of mensen te vragen verlof op te nemen. Nu, dat zijn allemaal cijfers die elk op zich denk ik niet zo verbazend zijn. Dus ik hoop algemeen dat ze niet verbazend zijn, want het komt van u, het gaat over jullie realiteit. Maar denk ik dat het toch wel net belangrijk is om die toch wel eens in een breder plaatje te zien. Want
Uiteraard, u zat er misschien op te wachten van wanneer komt nu het tijdelijke werkloosheid. Uiteraard stelden we vast dat dit effectief ook een maatregel was die zeer veel genomen wordt. Vooral voor de bedienden bij 45%, maar toch ook bij bijna 1 op de 3 bedrijven waar dit ook voor arbeiders is doorgevoerd. En daar zeggen we dus eigenlijk, we nemen maatregelen als organisatie waar dat we ook de grens met de interne arbeidsmarkt oversteken en we gaan eigenlijk een aantal mensen tijdelijk terug op de externe arbeidsmarkt zetten. Maar dat is niet alleen een maatregel die daarover gaat, maar ook andere maatregelen die we genomen hebben, die misschien vanuit ons eigen perspectief en ons beslissingsproces niet zozeer met die arbeidsmarkt van doen hebben, maar die natuurlijk wel een grote impact hebben op die externe arbeidsmarkt. Heeft onder andere te maken met stopzetting uitzendarbeid, die door 20% bijna werd gerapporteerd. Ook de stopzetting van samenwerking met externe bureaus of freelancers, 19%. De stopzetting van tijdelijke contracten, waardoor werknemers op die externe arbeidsmarkt terechtkomen. En ook in een kleine minderheid geven bedrijven aan, onze medewerkers zijn via een samenwerking met een ander bedrijf extern te werk gesteld. En daar zitten ook wel een aantal holdings in waar dan mensen in andere delen van de holding terecht zijn gekomen. Maar, en ik denk dat dat ook belangrijk is, zeker diegenen onder u die hier vandaag zitten vanuit een betrokkenheid in een cruciale sector. Niet alle bedrijven, die komen misschien nu veel in het nieuws, naar wie zetten wij allemaal op de externe arbeidsmarkt en wat voor risico's creëren we daarmee op de lange termijn. Maar er zijn ook best wat bedrijven die aangaven van wij hebben extra mensen uit die externe arbeidsmarkt moeten gaan binnenhalen, omdat we te veel of meer werk hadden. En dan zien we dat cijfers zijn die sowieso lager zijn. Dus die balanceren zeker niet de voorgaande cijfers. Maar we zitten daar met uitzendarbeid. Die is toegenomen bij 5,6%. 2,2% van de respondenten geeft ook aan dat ze samen zijn gaan werken met freelancers en externen om het werk gedaan te krijgen. Ook zeer weinig bedrijven, maar toch een aantal die aangeven via co-sourcing, stellen wij nu externen te werk in ons bedrijf. Dus je ziet ook toch wel op die externe arbeidsmarkt een veelheid aan maatregelen. En ik denk dat dat ook belangrijk is om in ons achterhoofd te houden als we vandaag naar de relance gaan. Van wat zijn de maatregelen die nodig zijn om zowel in die interne arbeidsorganisatie als die bredere schil, die externe arbeidsmarkt, om daar toch een aantal beslissingen te nemen waar we niet alleen naar de korte, maar ook naar de lange termijn kijken. Waar dat we vandaag zien, die flexibele schil wordt afgebouwd, maar er worden ook oplossingen gezocht voor een toename van de capaciteitsbehoeften. Nu, flexibel schakelen. Ik denk dat we allemaal geleerd hebben de voorbije 5 weken... dat een acute situatie vraagt om een zeer sterk reactief aanpassingsvermogen. We hebben ons met z'n allen gefocust op acties die realistisch zijn en die ook mogelijk zijn, doordat de technologie het toelaat. Denk aan alles wat met hard en software te maken heeft om een goede thuiswerk mogelijk te maken. Er is ook wat is mogelijk door de overheidssteun, bijvoorbeeld naar tijdelijke werkloosheid. En ook door de aard van de samenwerkingsverbanden. Wat laat ons al toe in een grotere groep makkelijker medewerkers te delen? Wat zijn de stappen die we moeten zetten? De kosten die ons dat vereist om snel te kunnen schakelen, om op andere manieren verder te kunnen gaan? Wat ook onze activiteitsgraad is, 120%, 25%, daar is een zeer grote range ook in jullie antwoorden. Nu, ik denk dat het hier heel belangrijk is om toch eens dat naast een plaatje te leggen. En ik heb hier het plaatje van Total Workforce Planning van Pieter Capelli genomen, omdat ik dat nog altijd een relevante manier vind om hierover na te denken. Te gaan kijken van, we hebben veel gedaan dat focust op die directe employment, zowel naar die mensen die nog aan de slag zijn, te gaan kijken naar hoe kunnen we hen anders laten werken, maar ook om hun tijdelijk uit die employment te zetten. Maar als organisatie werken wij eigenlijk op veel meer manieren samen met menselijk kapitaal dan een traditionele payroll. En ook op die vlakken hebben we soms ad hoc zeer belangrijke maatregelen genomen, ook belangrijk in impact op onze kostenstructuur, maar waar we denk ik niet mogen vergeten als we naar een heropstart kijken naar hoe was ons model van werken, van productiviteit, gebouwd in de verhouding van die directe tewerkstelling, maar ook gedeelde tewerkstelling, samenwerking met subcontractors, uitzendarbeid enzovoort. En hoe kwetsbaar maken we ons vandaag door ook een stuk een aantal van die zaken te hebben afgebouwd.
Een volgend stapje is dan het flexibel herinschakelen. Want daar zijn we vandaag. Toen we daar jullie naar bevroegen, begin april, was dat misschien nog een verre toekomst of een toekomst waar heel hoopvol naar werd uitgekeken. Vandaag denk ik dat jullie daar vandaag allemaal heel hard mee bezig zijn. En we horen en lezen daar zeer veel over. Ik denk dat de realiteit de komende weken en maanden naar boven zal komen en wat we zien afspelen in verschillende bedrijven en sectoren. Maar wat wij toch vaststelden, was dat heel wat bedrijven in onze steekproef aangaven van onze aanwervingen lopen eigenlijk voort zoals voorzien, tot zelfs een klein aantal bedrijven die zeggen we zullen meer gaan aanwerven. 22% die ook aangaf, ja, we werven nog altijd aan, maar wat minder dan voorzien. En waar 1 op de 3 ook wel duidelijk aangaf, er is een aanwervingstop. En dat zagen we ook wel, dat dat wel samenhing met de activiteitsgraad, als die vandaag serieus lager was, dat daar ook wel meer naar die aanwervingstop gegrepen wordt en naar die technische werkloosheid. Tegelijk stellen we vast dat er toch wel een redelijk optimisme is als we kijken naar de huidige workforce, dat het ons toch wel opviel dat de coronacrisis anders dan bijvoorbeeld een technologische disruptie of impact van technologie, waar we in andere bevragingen toch wel vaststellen dat organisaties aangeven van we maken ons zorgen of onze mensen wel de juiste competenties hebben om future-proof te zijn, dat de coronacrisis as such, voor zover het nu lijkt, geen disruptieve effecten heeft op de competenties die medewerkers gaan nodig hebben om in een post-corona- en renaissance-tijdperk inzetbaar te blijven. Daar is, de organisaties zijn, de meerderheid onder jullie is daar eigenlijk echt wel optimistisch over. Tegelijkertijd wordt er toch wel gezegd van bij 1 op de 3 of meer op 1 dan 1 van de 3, het zal toch wel een fundamentele verandering zijn voor heel wat van onze medewerkers. In de zin dat werk toch wel anders zal worden, misschien beloftes op carrière mogelijkheden toch wel anders gaan worden ingevuld, dat er meer druk zal zijn. Dus loopbanen zullen niet gewoon kunnen zeggen, we hebben nu 5 of 6 weken op de pauzeknop gezet en we gaan daardoor na voort alsof er niets gebeurd is. In die zin ook, zegt toch een aantal van de bedrijven, en dan vooral diegenen in sectoren die onder druk staan vandaag, die al heel wat van hun activiteitsgraad hebben moeten afbouwen, dat er toch wel echt die vrees voor ontslag is. Zeker ook in de kleinere organisaties. Dus ik denk dat het daar wel belangrijk is dat we toch wel ons de vraag stellen als we flexibel willen gaan herinschakelen. Hoe gaan we dat doen? Zodanig dat we snel mee kunnen. 4 mei komt er heel snel aan. Thuiswerk, daar zien we inderdaad, dat zal een blijver zijn. Zij het wellicht terug wat in mindere mate. Maar waar het, denk ik, toch ook wel erg belangrijk is, als we dit ook zien uit andere onderzoeken die we opvolgen, algemeen internationaal, maar ook in ons voorgaande onderzoek, dat ook op die interne arbeidsmarkt toch niet mag worden onderschat wat dat enerzijds de impact is van heel dit gebeuren op mogelijk andere competenties die mensen op termijn misschien wel gaan nodig hebben om nog sneller flexibel te kunnen reageren op veranderingen. Maar, en daar denk ik dat ik toch echt een lans wil breken, is om toch ook wel in zo'n model zoals dat van Pieter Capelli, en u krijgt de slides, dus u kan het er nog eens rustig nadenken, gaan kijken ook hoe kunnen we die interne arbeidsmarkt misschien toch wel een beetje meer dynamisch houden. Denk aan die eerste cijfers rond die stabiliteit in België, rond loopbanen. Hoe biedt wat we vandaag gedaan hebben en hoe hebben we gezien dat zowel onze processen als onze mensen eigenlijk enorm flexibel kunnen zijn, ons toch ook wel echt een goed aanknopingspunt om een aantal van die dingen een stuk sterker te gaan verankeren naar interne herinschakeling, interne mobiliteit. Naar de externe arbeidsmarkt toe wil ik toch wel meegeven. Ik denk opnieuw dat het hier belangrijk is om, als we vandaag initiatieven nemen naar die heropstart toe, verder kijken dan enkel onze eigen medewerkers op de payroll. Dat is uiteraard, dat is de grootste groep norm in de meeste bedrijven. Dat vergt zeer veel aandacht. Maar toch ook ruimer te gaan kijken naar welke flexibele samenwerkingsverbanden hebben wij nu op hold gezet. Hoeveel kunnen we ons permitteren van daar rand los te laten? Wat als de arbeidsmarkt morgen een stukje terug aantrekt? Want ze was zeer krap en we zitten met een aantal kritische profielen. Gaan wij die mensen nog tot bij ons terugkrijgen of gaan zij elders gaan? Ik denk dat dat belangrijke vragen zijn die we ons moeten stellen. Ook naar het tijdelijk werkloos zijn van kritische groepen op de arbeidsmarkt, denk ik dat we
enerzijds een verantwoordelijkheid hebben naar als werkgever wat zijn risicogroepen die we nu al lang eigenlijk in tijdelijke werkloosheid zetten en die daardoor eigenlijk ook misschien geen skills ontwikkelen, een stukje risico tot overbodigheid ontwikkelen. Maar anderzijds, welke groepen hebben we vandaag in tijdelijke werkloosheid die misschien wel eens op korte termijn zeer gegeerd kunnen worden in andere bedrijven en hoe zijn we daar ook op voorbereid en welke initiatieven kunnen we daarom nemen. Ook het co-sourcing gebeuren, denk ik, en die bedrijven die er vandaag mee experimenteren, dat het heel relevant kan zijn om ook daar rond een stuk verder te gaan delen en leren wat daar rond een draagvlak kan zijn en hoe dat we dat op een werkbare manier kunnen invoeren. Dus om nog kort af te ronden, ik denk het inzetten op die flexibele loopbanen, als we dat duurzamer willen verankeren in een andere arbeidsorganisatie en toch ook wel een andere arbeidsmarkt, dan denk ik dat we ons moeten realiseren dat lockdown was een acute situatie en daar hebben we heel snel op gereageerd en we hebben aanpassingsvermogen getoond als bedrijf, als werknemer. Maar het heropstarten of doorstarten, als u in een vandaag overbevraagde sector zit, dat is een proces, dat is geen acute situatie meer. En dat vraagt ook wel aan een stuk een proactief aanpassingsvermogen. Dat kan niet, dat is ook meer dan nu de krijtlijnen uitzetten die perfect gaan kunnen gevolgd worden, maar dat zal ook een stuk blijvend die flexibiliteit inbouwen, die onzekerheid. En in die zin denk ik dat het belang van menselijk kapitaal hier heel sterk naar voren komt in een dubbele betekenis van inzetbaarheid. We kunnen naar kopjes kijken en we kunnen onze Excel of onze planning sheets erbij nemen en kijken naar hoeveelheden en capaciteit en dat linken aan soorten contracten en kosten en enzovoort. Maar het gaat ook over de kwalitatieve aspecten van inzetbaarheid. Wat is de rugzak die onze mensen vandaag hebben en wat gaat er in die rugzak nodig zijn om wendbaar te kunnen blijven? En hoeveel hebben we daar misschien al uitgehaald qua wendbaarheidsvermogen en de vorige maand? En moeten we dat een stukje terug gaan voeden om onze mensen futureproof te maken? De woordenwolk die u hier ziet is eigenlijk uit een van de sessies die ik gegeven heb, een keynote niet zo lang voor opstart, voor de lockdown, en waar eigenlijk elke keer hetzelfde soort vaardigheden naar voren komen als we peilen naar wat hebben nu mensen nodig om futureproof te blijven. Ik denk dat je als organisatie vandaag eigenlijk twee vragen moet stellen. Ten eerste, hoe hebben mensen hoe ze vandaag zijn meegegaan in deze omschakeling, ook getoond dat ze een aantal van die zaken best wel geleerd hebben. Hè? Dat ze dat bezitten. Hè? En kunnen we op basis daarvan ook een stuk dat doortrekken in een dialoog rond duurzame inzetbaarheid en loopbanen in de organisatie. Hè? Tegelijkertijd kunnen we zeggen, dit is inderdaad een voorwaarde voor onze wensen, voor ons menselijk kapitaal, om inzetbaar te blijven in de toekomst. En hoe kunnen we in die zin mensen daar een stuk in ondersteunen, daar een stuk in bewust maken, een stuk in ontwikkelen? En dat zal meer zijn dan hun daar een opleiding rond te laten volgen. Opnieuw, ik denk dat de voorbije maand, maar ook de komende maanden, een enorme kans eigenlijk ook zijn om mensen een stuk te challengen en te laten groeien op die domeinen. Dus ter afronding, ik denk, de acute noden hebben ons snelle oplossingen gevraagd. Jullie hebben die massaal ingevoerd. Maar continuïteit op lange termijn, zowel van de bedrijfsvoering als van loopbanen, vraagt om duurzame oplossingen. En ik denk dat het daarbij zowel aandacht is om naar de jobs te kijken en de tekening goed te maken, maar ook naar de mensen achter die jobs en de competenties die daarvoor nodig zijn. Nu, tegelijk zal daar meer voor nodig zijn dan dat, want ook het betrokken houden en het verbinden en het welzijn zijn belangrijke thema's. En daar gaat Kathleen het zo dadelijk verder over hebben. Oké, dankjewel, Ans. Dan gaan we er eventjes door de vragen. Ik heb hier twee korte vraagjes voor jou, Ans. We gaan er niet te lang blijven stilstaan, zodat we verder kunnen. Maar op het einde van de presentaties gaan we nog een aantal vragen behandelen. De eerste vraag. Je had gezegd dat er verlof opgenomen werd. Komt dat ook niet door de paasvakantie? Dat zal er zeker bij zitten, maar de vraag die wij hebben gesteld was echt wel het stimuleren van het opnemen van verlof. Ja, en we hebben dat ook wel in cases gezien die we wat kwalitatiever hebben bevraagd, dat inderdaad die in een aantal sectoren de paasvakantie toch wat een downperiode was. En ook met het wegvallen van opvang en zo, dat ook wel heeft geholpen om dat te kunnen stimuleren, om daar een stukje een draagvlak voor te hebben. Ja.
Oké. En dan nog een vraag. Je had gezegd thuiswerk was nieuw voor een deel van de respondenten, hoewel de aard van het werk dat wel voor 2/3 toeliet. Betekent dat dan dat, alhoewel de overheid thuiswerken had verplicht, waar mogelijk, dat toch 2/3 besloot om dat niet te doen? Die 2/3 gaat over het aantal... Dus we hebben gevraagd aan de bedrijven, wordt er thuiswerk vandaag ingevoerd? Dat was dan een heel hoog aantal. Maar we hebben ook gevraagd, was thuiswerk voordien al ingevoerd in de organisatie? En daarbij gaf 1/3 eigenlijk aan van nee. 37% zei voor corona hadden wij geen thuiswerk ook al. En daarvan, in die 37%, zei eigenlijk de grote meerderheid, we hadden dat niet, maar alhoewel het eigenlijk perfect mogelijk was. En 1/3 zei, we hadden dat niet, want eigenlijk was dat niet mogelijk. Wat een interessante vraag is natuurlijk, het is dan nu wel mogelijk gemaakt geworden. Dus dat was eigenlijk de betekenis achter die cijfers. Oké, dan ga ik het hier even bij laten voor de vragen, zodanig dat we verder kunnen proberen er op het einde van het webinar nog een aantal te beantwoorden. Dan zou ik graag nu het woord geven aan dokter Kathleen van Gronsveld, die jullie iets meer zal vertellen over welzijn. Ja, inderdaad. Dank u wel, Sarah. Nu, wij vroegen aan onze respondenten, dus we hebben in onze vragenlijst gevraagd of HR-professionals en bedrijfsleiders het idee hadden dat ze voldoende hun werknemers konden ondersteunen op het gebied van hun mentaal welzijn. En we zagen daar dat eigenlijk 2/3 van de respondenten het gevoel had dat dat best vlot liep, het ondersteunen van het mentaal welzijn van de werknemers. En dat 1/3 daar toch wat problemen in zag, van dat loopt toch niet zo heel vlot om dat te kunnen ondersteunen. Nu, er was weinig verschil tussen HR-professionals en bedrijfsleiders. Alle twee hadden ongeveer dezelfde responspatroon. Zij het dat de HR-mensen er iets minder positief naar keken. Dus zij waren iets bezorgder dat het niet lukte om voldoende te ondersteunen. Misschien heel even wat uitleg bij de tekening. Natuurlijk, de balans, zo, hetgeen wat het zwaarste weegt, gaat naar onder. Dat weet iedereen. En ik heb ook telkens eigenlijk in het groen gezet wanneer het iets positiefs is voor het welzijn en in het rood wanneer het iets negatiefs is voor het welzijn. Nu, dit zijn dus de algemene beelden. 2/3 denkt dat het best vlot loopt met de ondersteuning van dat mentale welzijn. 1/3 maakt zich wel zorgen dat het minder vlot loopt. Als we wat specifieker gaan kijken, zien we dat er eigenlijk geen verschil te zien is tussen of de werknemers of er in de organisatie vooral thuiswerk gebeurt of dat er werkwerk gebeurt, wat dan betekent dat de mensen effectief op de werkplek komen en dat er social distancing in acht wordt genomen. Dus waar je misschien zou verwachten van het zal moeilijker zijn bij de thuiswerkers, dat was in onze data dus niet te zien. Wat wel moeilijker was, was voor de tijdelijk werklozen. Dus wanneer dat mensen echt in tijdelijke werkloosheid thuis zaten, dan achter de HR-mensen en bedrijfsleiders het slechts in 60% van de gevallen dat het best vlot ging om hen te ondersteunen op mentaal gebied. Verder zien we dat het vooral in de heel kleine organisaties, minder dan 10 mensen, het makkelijkst liep. En dan opnieuw in de heel grote ook iets makkelijker. In de tussen... En dat voor de, niet verrassend, voor de organisaties die in die risicoactiviteitengroep zitten, dus die effectief dicht moesten gaan, die vonden het moeilijkst om de mensen te blijven ondersteunen, gevolgd door de sectoren of de activiteiten in die cruciale groep en tenslotte de restcategorie. En dan, als we er even een paar sectoren uitlichten, was het toch wel opvallend dat de sector financiën en verzekering het idee had dat het eigenlijk heel vlot liep in het ondersteuning van het mentale welzijn, 83%, in tegenstelling tot de sector vervoer en opslag, waar slechts 42% van de respondenten het gevoel had dat het vlot liep met het ondersteunen van het mentaal welzijn. Nu, als we dan naast mentaal welzijn inzoomen op de 3 basisbehoeften van mensen... Dus dit is eigenlijk een van de meest krachtige psychologische theorieën die keer op keer opnieuw bevestigd wordt. En die zegt eigenlijk heel simpel, mensen hebben 3 heel belangrijke basisbehoeftes. En als die ingevuld zijn, is dat de voorwaarde voor een goed mentale gezondheid en voor een goed psychologisch functioneren. En die 3 belangrijke basisbehoeften, ook wel het ABC-model genoemd, zijn de behoefte aan autonomie, de behoefte aan verbondenheid, belongingness, de B, en de behoefte aan competentie-invulling, oftewel vaardigheidsbenutting. Dus we zijn daar ook naar gaan kijken van, hebben HR-mensen en bedrijfsleiders het gevoel dat ze erin slagen om die 3 basisbehoeften voldoende in te vullen? En dan zien we ook dat het hier vrij positief gesteld is. 3/4 van de HR- en bedrijfsleiders denken dat dat vrij goed lukt in deze situatie. 1/4 denkt dat dat minder goed lukt, wat betreft de autonomie en de vaardigheidsbenutting.
En dan de derde behoefte, de verbondenheid, de B, daar is het eigenlijk iets minder positief gesteld en ligt het meer in de lijn van het mentale gezondheid. Daar denkt 2/3 van de respondenten dat het best wel vlot loopt met de invulling van die behoeften en 1/3 dat het minder vlot loopt. Nu, natuurlijk, dit zijn onze respondenten, de HR-professionals en de bedrijfsleiders, die dit ingevuld hebben, hoe zij denken dat het lukt om te ondersteunen in de mentale gezondheid en verbondenheid van hun medewerkers. Het zou natuurlijk ook heel leuk zijn, moesten we daarnaast kunnen leggen, wat denken de medewerkers nu zelf? Nu, die hebben we niet bevraagd in onze vragenlijst, dus daar kunnen wij vanuit ons onderzoek geen uitspraken over doen. Maar dankzij de collega's van UGent heb ik wel resultaten gekregen van een van hun onderzoeken over welzijn en relaties. En daar zie je dat 60% van de algemene populatie, dus dit gaat niet over werknemers, werkgevers, gewoon algemene populatie, 60% van de mensen zegt dat ze vaak tot soms zich echt wel eenzaam voelen. Slechts 40% van de mensen zegt eigenlijk zelden of nooit. En dat is natuurlijk niet hetzelfde. Hè? Het is niet dezelfde doelgroep die we bevraagd hebben en het is ook niet hetzelfde construct. Het ene gaat over ik voel me eenzaam en het ander ik voel me verbonden. Maar er zit toch wel een duidelijk spiegelbeeld of een spiegelbeeld in. Wat we verder ook zien bij het onderzoek van UGent rond eenzaamheid is, en dat is niet zo verwonderlijk, dat de mensen die in tijdelijke werkloosheid thuis zitten meer eenzaamheid rapporteren dan de mensen die aan het thuiswerken zijn, die op hun beurt dan ook weer minder dan de tijdelijke werklozen, maar meer eenzaamheid rapporteren dan de mensen die wel op de werkplek aan het werken zijn. En zoals gezegd, het is niet perfect vergelijkbaar, maar het is toch wel een opvallende, als je ze al twee naast elkaar zet, is het toch een opvallende. Dan zijn we daarna ook gaan in onze eigen respondentengroep hebben we gevraagd wanneer dat we straks terug opstarten. Acht je het waarschijnlijk of niet waarschijnlijk dat er een verhoogde uitval zal zijn door stress en werkdruk bij uw medewerkers? En daar zien we dat de bedrijfsleiders, de helft van hen acht het niet waarschijnlijk dat wanneer we terug aan het werk mogen gaan, dat er dan meer mensen zullen uitvallen. 1/4 van hen acht het wel waarschijnlijk dat dat gebeurt. En hier zien we wel een groot verschil tussen bedrijfsleiders en HR-professionals, want hier zien dat iets minder rooskleurig in. Hier zit echt 1/3 die echt wel denkt dat er een verhoogde uitval zal zijn wanneer we allemaal in de relance zijn, door stress en werkdruk bij de werknemers, waar dat 1/3 ook denkt dat dat niet het geval gaat zijn en dan andere derde neutraal. Als we hier iets dieper inzoomen op de resultaten, zien we dat de sector van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening niet zo verrassend eruit schiet met HR en bedrijfsleiders die denken dat het de helft van hen die denken dat het waarschijnlijk zal zijn dat er een verhoogde uitval is. Ook in het onderwijs schatten de helft van de respondenten dat er verhoogde uitval zal zijn. Maar hier is wel een belangrijke kanttekening te maken dat slechts 21 van onze respondenten uit het onderwijs kwamen. Dus hier zal verder onderzoek eigenlijk moeten kunnen. Een grotere pool van onderwijsrespondenten. En dan in de bouw, als tegenvoorbeeld, acht slechts 26% het waarschijnlijk en bijna de helft. Onwaarschijnlijk tot heel onwaarschijnlijk. Hier was geen verschil op basis van of er in de organisatie vandaag vooral thuiswerk, werkwerk of tijdelijke werkloosheid was. Dat hing niet samen met of bedrijfsleiders en HR verhoogde uitval verwachten. Dus even samengevat, in een notendop hebben we in de resultaten van onze enquête gezien dat de meerderheid van HR en bedrijfsleiders denken dat de werknemers ze die voldoende ondersteuning kunnen bieden. Maar het klinkt altijd heel positief, de meerderheid. Tegelijkertijd betekent dat ook dat 1 op de 3 denkt dat ze er niet voldoende in slagen. Een tweede opmerkelijk iets was toch wel dat de invulling van verbondenheid volgens de werkgevers positiever ingeschat werd dan de rapportering van eenzaamheid bij de werknemers zelf. Met nota van de nuance, zoals daarnet gezegd. En dan een derde, dat de kans op verhoogde uitval bij herstart door 1 op 4 bedrijfsleiders en 1 op 3 HR-mensen waarschijnlijk wordt geschat, met een piek in de sector van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Dat waren de belangrijkste resultaten uit onze enquête wat betreft het welzijn. Als we dan nu gaan kijken naar wat kunnen we dan als werkgever doen, of wat kunnen werkgevers doen om dit welzijn te bevorderen en die doorstart zo positief mogelijk, of die herstart zo positief mogelijk in te zetten. Nu, om daarover te kunnen spreken, is het belangrijk eigenlijk om de werknemerspopulatie in 4 verschillende groepen in te delen. Omdat de 4 groepen zich echt in een andere situatie bevinden,
andere risicofactoren en dus ook andere acties vragen om dat welzijn te bevorderen of te behouden. Een eerste groep zijn de mensen die vandaag in tijdelijke werkloosheid zitten, die dus niet aan het werk zijn. En het risico hier is dat ze een lage verbondenheid ervaren, zowel onderling tussen de collega's, dat de connectie wat wegvalt, maar ook een verbondenheid met het bedrijf. Als je 5 weken al thuis zit en je hebt 5 weken niks van je werkgever of collega's gehoord, zou de verbondenheid die je normaal voelt wel eens serieus gedaald kunnen zijn. En ook kunnen zij een mate van zinloosheid ervaren wanneer het hun werk eigenlijk weggevallen is. Een tweede groep van werknemers zijn de werknemers in de cruciale sectoren. En hier is het risico op overbelasting. Dus het zijn de mensen in de voeding en de gezondheidszorg die wat eigenlijk zeker aan het werk zijn en zelfs nog veel meer en onder heel speciale of heel andere omstandigheden dan normaal gezien. Een derde groep zijn ook mensen die aan het werk zijn, maar waar er eigenlijk niet echt iets veranderd is, dus niet in cruciale sectoren. En ik heb hier een foto genomen van een opticien, omdat ik zelf bij de optieker was voor lenzen. En zij ook zeiden van, ja, eigenlijk gaat alles gewoon door, maar het is gewoon alleen super, super kalm. En deze groep werknemers zou nogal eens vergeten kunnen worden, zeker ook wanneer je in een groot bedrijf werkt waar mensen uit de verschillende groepen hebt. Maar ook deze mensen kampen met verwarring, vragen, wat heeft dat nu voor impact op mijn job? Wat gebeurt er nu? Hoe is het met mijn gezondheid als ik in contact kom? Dus er is ook zeker een groep die een bepaalde noden heeft. En tenslotte, de groep, zoals Anser juist zei, waar al vrij veel over gesproken is, de mensen die thuis aan het werken zijn vandaag. En hier is er een risico op opnieuw lage verbondenheid, doordat er geen live contact meer is met collega's en de werkvloer. En ook, heel specifiek voor hen, een overbelasting door de combinatie van thuis te werken en dus het werk en het gezin, en het meer specifiek dan als er kleine kinderen zijn, te moeten combineren. Nu, als we deze 4 groepen als werknemers als uitgangspunt nemen, wat kan een werkgever doen om het welzijn te bevorderen, zien we dat er daar iedere keer specifieke aanbevelingen voor zijn. Voor de eerste groep, de mensen die in tijdelijke werkloosheid zijn, ja, klinkt super logisch natuurlijk, hè. Zorgen dat die toch betrokken blijven op een of andere manier. Ik hoor bedrijven die wekelijks bellen naar hun werknemers om te vragen hoe het met de werknemers is, maar tegelijkertijd ook een stukje vanuit de organisatie zelf informatie aanbieden. Dit is onze planning, zo staan wij ervoor, we denken dat we dat, zo gaat het gebeuren. Dus dat er die connectie met het bedrijf toch behouden blijft. Dat kan door HR gebeuren natuurlijk, maar nog krachtiger is als het door de employee en de leidinggevende zelf gebeurt. En daarnaast natuurlijk ook WhatsApp-groepen onder de collega's. Wat doen we om de tijd door te komen? Waar zijn we mee bezig? Allemaal kunnen initiatieven zijn om die verbondenheid eigenlijk te houden. Ik heb ook gehoord van een bedrijf dat een wekelijkse playlist samen laat stellen door de mensen van verschillende afdelingen en die dan via het intranet, laat afspelen op vrijdag. Dus alle verschillende liedjes die iedereen heeft gekozen. De tweede groep mensen die wat het risico op overbelasting lopen, hier is het model van reduce demands, give more control and offer support heel mooi van toepassing. Als je daar meer over wilt lezen, als je die termen googelt samen met de naam Adam Grant, kom je onder andere een hele leuke podcast tegen hierover en heeft er ook nog wel wat heel leuke dingen rond geschreven. De essentie van dit model is eigenlijk van probeer die dingen die niet cruciaal zijn in de job weg te nemen of probeer die dingen die door iemand anders overgenomen kunnen worden, die demands, de mensen daarvan te ontlasten. En een voorbeeld daarvan kan zijn, hoewel ik denk dat het helemaal niet zo bedoeld was, maar in de supermarkt waar ik ga winkelen, daar vroeger werden mijn boodschappen mooi gepuzzeld en ingepast in mijn tassen en in mijn zakken. Dat wordt vandaag niet meer gedaan. Nu, om veiligheidsoverwegingen natuurlijk. Maar tegelijkertijd betekent dat op het einde van de dag toch ook echt wel een stukje ontlasting van de dagtaken van die mensen, dat ze die puzzel al niet meer moeten maken. Dat kan een voorbeeld zijn van hoe dat er de demands van de job een beetje verminderd kunnen worden. Give more control, bijvoorbeeld, laat mensen zelf een uurrooster samenstellen. De combinatie met hun thuissituatie, kinderen die niet thuis zijn, binnenkort naar school moeten, geeft mensen de meer autonomie om dat zelf te regelen. En tenslotte, ja, offer support. Laat weten dat je er bent, dat er vragen zijn, als er vragen zijn die bij u terecht kunnen. Als het gaat over mentale vragen, maar ook over dingen als extra toebehoren die nodig zijn. Laat voelen dat je er bent. De derde groep, ja, dat denk ik dat vooral heel erg belangrijk is, gewoon deze groep niet te vergeten. Ook zorgen dat zij communicaties krijgen, dat zij betrokken blijven bij updates, wat er gebeurt. Dat er WhatsApp-groepen zijn waarin dat naar hun welzijn gevraagd wordt. Zulke dingen.
En dan tenslotte de laatste groep, de thuiswerkgroep. Hier is het heel belangrijk ook weer om aandacht te hebben voor die basisbehoeften van deze mensen, hè, waar we er juist al over gesproken hebben, autonomie, verbondenheid en competentiebenutting. En voor wie daar meer over wilt lezen, staat er op de AMS-website een blog, heel specifiek over hoe leidinggevenden ervoor kunnen zorgen dat ze die basisbehoeften invullen van hun telethuiswerkende medewerkers. En wat hier opvallend was in ons onderzoek, is, we hebben ook gevraagd, wanneer we het over thuiswerk hebben, naar wie wordt dan vooral gekeken? Wie is de persoon die dit in goede banen moet leiden en die het eigenlijk moet faciliteren? En het was in meer dan 60% de leidinggevende. Dus de N plus 1 van een bepaald team wordt door de grote meerderheid gezien als degene die eigenlijk verantwoordelijk is voor het goede verloop van dat telethuiswerk-teamwerk. Maar tegelijkertijd zagen we in dezelfde vraaglijst, in onze vraaglijst, dat er in minder dan 30% van de gevallen ook ondersteuning voor die leidinggevende was. Dus leidinggevenden worden van de ene dag op de andere van een real-life team plots in een virtuele teamomgeving gezet, waar ze mensen moeten blijven motiveren, aansturen, het werk coördineren en verdelen. En er wordt ook echt naar hen gekeken om dat allemaal in goede banen te leiden. Maar tegelijkertijd is er in minder dan 30% van de organisaties ook aandacht voor die sleutelfiguur zelf, hoe moet die persoon dat plotseling allemaal doen en waar kan hij of zij terecht met haar vragen? Dus dat is zeker ook een hefboom als we het hebben over hoe kunnen we de herstart faciliteren. Er zal nog altijd heel veel thuiswerk zijn. Daar zit een groep mensen, de N plus 1, de leidinggevende, waar heel wat mogelijkheden zijn om hen te ondersteunen. Wat kan werkgever doen om welzijn te bevorderen? Nu, nog meer algemeen zou je kunnen zeggen van, zou je niet kunnen zeggen, is het zo, dat je als werkgever ook de veerkracht van je medewerkers kunt ondersteunen. En veerkracht, ik heb dat altijd een heel mooie definitie gevonden, veerkracht gaat niet over het een zorgeloos leven leiden of een makkelijk leven leiden of surfen op de golven van het leven. Het gaat eigenlijk over de manier waarop je omgaat met tegenslagen. Of je erdoor platgeslagen wordt of, als je veerkrachtig bent, of je bounce backt, en er is niet een goed Nederlands woord voor, of je terugveert wanneer je zo'n tegenslag hebt. En of je iets geleerd hebt onderweg. En het goede nieuws is dat veerkracht niet iets is waar je mee geboren wordt. Je hebt nu eenmaal veel of weinig veerkracht, dat is niet zo. Veerkracht is eerder als een spier. Als je ermee bezig bent en je besteedt er aandacht aan, wordt ze sterker en kan ze opgebouwd worden. En zoals de metafoor, zoals Ans juist gaf van het rugzakje, als je energie uit je rugzakje haalt, dan wordt het natuurlijk leger, maar het kan ook opgebouwd worden. Er kan ook opnieuw energie ingestoken worden. Ik vond alleen maar ofwel een foto van een schattig kindje, ofwel van heel hoge testosteron mannen met spierballen wanneer ik zocht naar muscles of er kan aan gebouwd worden. Nu, hier kunnen bedrijfsleiders en HR-mensen natuurlijk een grote rol spelen in het faciliteren en het ondersteunen van die veerkracht van hun mensen door het bespreekbaar te maken, door te spreken over genoeg bewegingsvrijheid nemen, niet constant achter je pc moeten gekluisterd zijn, dat het oké is om tijd met de kinderen te spenderen, als er een probleem is dat dat niet precies 's avonds moet opgelost worden. Ook door bijvoorbeeld aandacht te hebben voor wat wij dan noemen de derde plek. Als je daarover meer wilt lezen, ook een blog op de website van AMS. En dat gaat eigenlijk over het feit dat vandaag de eerste plek thuis en de tweede plek werk volledig samen gesmolten zijn. En dat mensen nog steeds nodig hebben aan zo'n derde plek waar er niets van hen verwacht wordt. Waar er geen eisen gesteld worden, je niet vrolijk moet zijn, vriendelijk moet zijn. Waar er eigenlijk langs geen kanten aan je getrokken wordt. Dus zo kun je als HR of bedrijfsleider dat faciliteren. Maar tegelijkertijd natuurlijk is het ook heel belangrijk om daar zelf voldoende aandacht voor te hebben. Niet alleen vanuit een voorbeeldfunctie, maar ook om natuurlijk zelf veerkrachtig te blijven. Want daar zagen we in onze enquête, we hebben ook gevraagd hoe gaat het met jullie. En over het algemeen werd daar heel positief op geantwoord. Het gaat goed met onze bedrijfsleiders en HR-mensen in Vlaanderen. Voelen zich nog altijd heel goed. Maar ook zagen we toch signalen van verhoogde stress, meer spanningen. De balans is wat meer zoek dan vroeger. Dus ik denk misschien zelfs nu meer dan ooit heel belangrijk om ook als het over veerkracht en mentaal welzijn te gaan, zeker aan uzelf te denken. Nu, ik wil eindigen met een kernelement uit veerkracht. Wat we zien als het over veerkracht gaat, is een van de heel belangrijke dingen die aanwezig zijn wanneer mensen veerkrachtig zijn, is dat ze in staat zijn om de opportuniteit in een situatie te zien. En dan bedoel ik natuurlijk niet dat je plotseling een uber-optimist moet worden en al het negatieve blind voor moet zijn, maar het gaat over
Ja, het is ellendig. Ja, en het gaat allemaal heel moeilijk. Maar goh, ik heb toch wel heel veel bijgeleerd op het gebied van digitale toepassingen. Amai, dat is toch eigenlijk wel een opportuniteit voor mij geweest. Of goh, ik kan toch veel meer tijd doorbrengen nu met de kinderen. Er zijn een hoop minder leuke dingen, maar dat is toch echt wel een opportuniteit. En mensen die heel veerkrachtig zijn en dat daaraan kunnen blijven bouwen, hebben de capaciteit ontwikkeld om dat inderdaad te kunnen doen. En dan als uitsmijter wilde ik u graag nog heel kort de hoogtepunten meedelen van een onderzoek dat een aantal andere wetenschappers jaren geleden gedaan hebben, niet te maken met deze coronacrisis. Zij gingen kijken vanuit het idee van if life gives you lemons, make lemonade. Ja, dat klinkt allemaal heel mooi, maar hoe doe je dat? Hoe gaat je daarmee aan de slag? En ze zijn dan gaan kijken naar bedrijven die wat een crisis niet alleen overleefd hebben, maar daar echt sterker zijn uitgekomen. Wat hebben die bedrijfsleiders gedaan om eigenlijk die crisis om te draaien tot een opportuniteit en daar sterker uit te komen? En dan zag je, ja, opnieuw die leeroriëntatie komt altijd terug. Wat kan ik hieruit leren? Wat is de opportuniteit hier? Wat kan ik hier uit deze misschien moeilijke situatie echt wel uithalen en verbeteren? En een context waar fouten maken mag. Maar heel concreet, welk gedrag stelden zulke bedrijfsleiders? Ze gingen het perspectief van meerdere stakeholders opzoeken, focusten niet alleen op korte termijn, maar ook lange termijn gevolgen. En dat zijn twee dingen die eigenlijk alle twee de tunnelvisie tegengaan. Hè? En iets wat niet zo heel moeilijk voor te stellen is in crisistijden, dat er tunnelvisie of korte termijn denken wordt veel gebeurt. Ook het divergent denken aanmoedigen. Niet omdat we het altijd zo gedaan hebben of de meest voor de hand liggende oplossing, maar echt aanmoedigen voor een keer misschien op een heel andere manier naar de dingen te kijken. En tenslotte de oorzaak van de dingen aan te pakken en niet de symptomen. Tot zover mijn bijdrage. Dan geef ik nu het woord terug aan Sarah, als er eventueel vragen zijn. Dankjewel, Kathleen. Tijdens de vraag zou ik graag iedereen uitnodigen, dankzij een suggestie van het publiek, om eventjes recht te staan als je al even zit. Een gezondheidssuggestie. Dan zou ik graag terwijl een vraag stellen aan jou, Kathleen. Een vraag die uit het publiek kwam is er onderzoek naar hoe je veerkracht kan meten op de werkplek? Ongetwijfeld is daar onderzoek over, maar ik kan zo nu uit de losse post niet direct iets opnoemen, maar er is heel wat onderzoeksliteratuur over veerkracht, hoe het gemeten kan worden. Ja, zeker. Dat is eventueel iets wat we ook kunnen delen dan, achteraf, als we de PowerPoint delen. Ja, oké. Dan ga ik misschien nog één kleine vraag stellen. Kan je ook voorbeelden geven van verbeteren van veerkrachtigheid als medewerkers terug aan het werk zijn in plaats van thuis te werken? Mm-hmm. Ik denk dat dezelfde principes dan daar gelden. Hè. Dus nu hebben we ingezoomd op het invullen van die ABC-behoeftes. Dus van die mensen die aan het werk zijn, misschien meer autonomie te geven door zelf een shift in te kunnen plannen, maar ook door zelf taken een stukje daar meer autonomie in te hebben. Tegelijkertijd ook de waarom heel goed uitleggen, waarom dat bepaalde dingen nu gebeuren of misschien nu anders gebeuren dan vroeger. Wat ook iets is wat heel erg... Dan voelt het veel zinvoller wat je aan het doen bent, natuurlijk. Andere dingen die kunnen gebeuren, ja, we zitten in die social distancing, dus dat zal ook zeker raar zijn in vergelijking met vroeger, als we allemaal terug aan het werk gaan, dat er plotseling veel afstand is. Toch echt na te denken over hoe kunnen we dat gevoel van we zitten allemaal in dezelfde boot en we zijn allemaal onderdelen van eenzelfde groot geheel. We hebben daar een groot verhaal waar we allemaal voor willen gaan. Want dat is misschien nog wel interessant ook om te zeggen, iets wat ook heel wat experts voor waarschuwen. Het groter doel gaat wel wegvallen ene keer als we terug heropstarten. Hè. Tot nu toe hadden we allemaal heel veel neuzen in dezelfde richting en motivatie to flatten the curve. Maar wanneer we ene keer terug aan het werk zijn, wordt dat wat diffuser misschien, wat vloer allemaal, dat het dan heel erg belangrijk gaat zijn als organisatie om iets in de plaats te stellen. Een ander gemeenschappelijk doel, waarom zitten we... Een groter verhaal waarvoor mensen zich echt willen inschrijven of willen onderschrijven. Oké, dankjewel, Kathleen. De andere vragen proberen we op het einde te beantwoorden, maar ik zou graag eerst het woord geven aan David Duchesne van HR Pro, die jullie meeneemt in het HR-beleid tijdens de coronacrisis. Goedemorgen. Ik ben David Duchesne en ik ga inderdaad even het perspectief van de HR-community geven. Wij hebben met VBO en AMS hierop samengewerkt, omdat wij ook wel wilden weten hoe onze HR-collega's het deden in deze crisis. Want velen zijn een stukje gepakt in snelheid door die plotse
tussen aanhalingstekens, dus plotselinge aankondigingen van de maatregelen midden maart. Nu, ik praat namens HR Pro. HR Pro bestaat sedert december 2016 en verenigt vandaag 10 verenigingen van HR en 3 partners. En de bedoeling is dat wij in feite de fragmentatie van HR wat kunnen tegengaan, een netwerk bouwen, professionaliseren van HR kunnen ondersteunen en uiteraard ook met één stem kunnen gaan spreken. Dus dat is in feite de hoofddoelstelling van HR Pro, om één stem te hebben. Nu, ik zou graag beginnen met een heel algemene definitie van wat de essentie van HR is. En dat gaat over het ervoor zorgen dat mensen in staat en bereid zijn om op duurzame wijze te presteren, om zo waarde te creëren voor alle stakeholders, voor alle belanghebbenden. En als je dan de definitie rond veerkracht neemt en kijkt hoe CEO's, en dat is wat Kathleen gezegd heeft, hoe CEO's omgaan met crisis, dan vind je in deze definitie toch ook al een aantal zaken terug. Namelijk dat toekomstgerichte, die sustainability die je moet hebben, maar ook het oog hebben voor alle stakeholders. Niet enkel voor de financiële stakeholders, maar ook voor de sociale stakeholders en uiteraard ook de commerciële stakeholders. Dus dit is een definitie en daarin komen in feite alle aspecten van HR terug rond motivatie, rond competentie, rond gezondheid, rond presteren, rond lange termijn denken enzovoort. Nu, helaas is het vaak niet mogelijk om deze definitie zo toe te passen en zijn wij heel vaak een stukje reactief bezig. Nu, de input voor mijn presentatie komt van verschillende bronnen, dit onderzoek. Maar ik heb zelf ook gesprekken gedaan met 150 leidinggevenden. En was ook bij 5 webinars met een 20-tal HR-directeuren die vanaf in feite de crisis zijn samengekomen om te kijken hoe de evolutie was. En dat ging van, oh god, vertwijfeling, wat gaan we hiermee doen? Tot toch wel wat meer vertrouwen in wat men kon doen en wat men aan het doen was. En nu inderdaad is men meer bezig weer met de opstart, waarvan ik vrees dat het inderdaad een stukje een continuïteitsopstart zal zijn, omdat we inderdaad ook niet de tijd hebben om veel meer na te denken over wat de toekomst zou kunnen zijn. Nu, de prioriteiten verschuiven een beetje in die crisis. We waren heel erg bezig met het vinden en houden van mensen, met motivatie, met leren en loopbaan, met welzijn, met flexibiliteit. En een aantal zaken zijn toch aan het verschuiven. Of dat van lange of korte termijn zal zijn, dat moeten we nog zien. Maar vandaag gaat het vaak over de tewerkstelling. Er zijn bedrijven die tot 99% van hun omzet verloren zijn. En ik noem 99% omdat er nog altijd wat rest. En dat is vooral in de horeca, hospitality, restaurantsector enzovoort. En dan is de vraag, wat ga je doen met de tewerkstelling en wat ga je doen met toekomstige tewerkstelling? Voor mij is de crisis ook een beetje een failliet van de notie total talent management. Want heel veel bedrijven, en dat staat ook in de cijfers, dat was bijna 20%, zijn overgegaan tot het afbouwen van hun externe talenten. Een aantal hebben dat heel secuur en heel conscientieus gedaan en hebben afgewogen. Dus niet iedereen is moeten vertrekken, maar toch is dat natuurlijk de eerste zandzak die men gebruikt in tijden van crisis. Het gaat ook over blijven werken, de motivatie. Het gaat over leiderschap. Wat doe ik als leidinggevende? Uiteraard welzijn en veerkracht zijn heel cruciaal. En ook het samenwerken, de connectie, de verbinding is ook wel heel erg belangrijk. We hebben het gehad over veerkracht. Nu, zowel individuen als organisaties kunnen veerkrachtig zijn. En als een bedrijf, een organisatie zich kan aanpassen aan deze situatie, dan zal het enkel gebeuren omdat er een leiderschap is, er een gedrag is dat zich aanpast, dus leren en motivatie, en dat er ook een samenwerking is. En als ik praat met bedrijven, dan hoor ik heel vaak van ja, vroeger hadden wij toch wel wat silo's. Maar nu wordt iedereen geacht om inderdaad neuzen in dezelfde richting te hebben. En het is alsof wij een heel andere cultuur hebben gekregen. En het advies natuurlijk zou kunnen zijn van ja, hou dat dan ook voor na de crisis. Ik zie heel veel mooie dingen gebeuren
Maar het zal natuurlijk zaak zijn, want die 6 weken, 8 weken, 3 maanden, hoeveel tijd het ook zal duren, die zullen nooit de menselijke natuur veranderen. En wij zullen natuurlijk terugkeren naar gedrag van het verleden. En als je dan praat met leidinggevenden, dan zie je toch, en dat is ook een beetje waardoor een aantal van die cijfers mij wel wat verrassen, er zijn heel veel leidinggevenden die in de front staan, die in dubio zijn. Want als je dit als algemeen model van leiderschap zou nemen, moet een leidinggevende moet bezig zijn met resultaten, maar ook met mensen ondersteunen, moet bezig zijn met vandaag resultaten halen, maar ook morgen veranderen voor morgen. Dan zie je dat vandaag heel veel leiders ten eerste getrokken zijn naar dat vandaag, heel erg. En dat ze ook wel niet goed weten hoe ze moeten omgaan met dat dilemma tussen ondersteunen en resultaten. Heel veel leidinggevenden zeggen, ik weet niet meer precies wat resultaten zijn. Kunnen wij nog dezelfde doelstellingen ambiëren als voor de coronacrisis? Of moeten wij die aanpassen? En dan zie je dat heel vaak directies daar het ook moeilijk mee hebben. En niet gaan zeggen, maar kijk, ja, 2020 is een verloren jaar bijvoorbeeld. En wij gaan die maanden die we niet met onze klanten hebben kunnen werken, gaan we niet proberen te recupereren in die laatste 6 maanden die nog gaan overblijven. Maar we gaan gewoon ons best doen. We gaan proberen ervoor te zorgen dat wij zowel commercieel als financieel als humaan het evenwicht blijven houden. En we zien wel waar we uit geraken. En dat is een beetje de vrees van heel veel leidinggevenden lager in de hiërarchie. Gaan wij moeten ergens compenseren. Dus leidinggevenden zijn vaak in dubio op dit moment. En als je dan kijkt naar veerkracht, en ik heb ook de cijfers bekeken, dan zie je heel veel positieve elementen die de HR-directeurs en de CEO's zien. De mensen hebben de competenties. Men denkt niet dat men... men denkt het wel, maar niet iedereen denkt het, dat men mensen zal moeten ontslaan. Dus 60% denkt absoluut niet. Een 20% zegt neutraal te zijn ten opzichte van dat. En een kleine 20% zegt ook, ik denk 16%, denkt wel te zullen moeten ontslaan. Nu, dat is natuurlijk heel erg veel. Hè? Als 16% van de bedrijven mensen gaan beginnen ontslaan en ze gaan 10% van de mensen ontslaan, nee, dat is heel erg veel als ze dat gaan doen. Men denkt ook... dat loopbaan gaat veranderen, dat is oké, want in feite moeten wij ons aanpassen. Niemand had gedacht dat dit zou gebeuren, dus wat zijn loopbaanplannen vandaag nog? Wat zijn loopbaanintenties vandaag nog waard? Wie gaat er vandaag veranderen van bedrijf? Dat zijn allemaal vragen. Wat mij een beetje verbaast is dat men toch nog wel gebalanceerd is over de uitval door stress. Ik hoor toch heel veel signalen en die komen natuurlijk niet altijd rechtstreeks bij HR, maar ook wel bij leidinggevenden, dat er toch wel wat zorgen zijn rond welzijn. Ik sprak met een 20-tal leidinggevenden uit een retailorganisatie en die gaven aan dat ze vermoeden dat 30% van de mensen, natuurlijk retail is heel actief in deze crisisperiode, 30% van de mensen eventueel toch wel problemen zou hebben. En van 10% wist men het helemaal niet. Dus er zijn toch wel risico's. Maar er is ook wel vertrouwen. 90% zegt van, wij gaan dit wel overleven. Dus dat is veerkracht. Nu, als je het hebt over motivatie, ik ga dat niet helemaal uitleggen, maar je hebt vandaag mensen die moeten of mogen werken. Dat gaat dan over de bedrijven, maar er zijn toch een aantal mensen die niet willen werken. En dan heb je een aantal motivatieproblemen die eventueel opgelost kunnen worden, maar waardoor dan? En dan zie je toch dat een aantal sectoren, een aantal bedrijven ook wel gegaan is voor premies. Een bedrijf dat tot €34 per dag premie geeft om te blijven werken, dat is maal 20, is dat bijna €700 bruto per maand meer. Dus dat is toch wel aanzienlijk. En het probleem daarmee is dat je niet gaat het motivatieprobleem gaan oplossen. Er zijn ook bedrijven die extra verlofdagen aanbieden. En dat helpt wel. Mensen komen wel werken. Maar het probleem daarmee is dat je dus in plaats van het probleem van de angst en de onzekerheid en het niet willen werken oplost, ga je in feite extra druk toevoegen door te zeggen van ja, zelfs al wil je niet werken, zelfs al vind je het niet zinvol, zelfs al doe je het niet graag, toch ga je komen omwille van dat geld of omwille van dat verlof of omwille van dat ik u verplicht. En dat is in een paar sectoren gebeurd en ik begrijp dat ook wel. Maar het is een problematische situatie als je op die manier met motivatie gaat omgaan. En die cijfers die al getoond zijn rond motivatie en de verschillende bronnen van motivatie uit de zelfdeterminatietheorie, zie je dat inderdaad
verbondenheid wat lager ligt dan autonomie en competentie. Dus daar moeten we wel aandacht aan besteden. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat thuiswerken dat massaal is toegepast. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat sommige mensen toch wel een vertrouwenscrisis hebben in feite. Want als je kijkt naar die crisis, die gaat van een gezondheidscrisis naar een economische crisis, naar een schuldencrisis. Maar in feite is het ook een vertrouwenscrisis van ga ik ziek worden? Ga ik nog een job hebben? Wat zal er in de toekomst gebeuren met de tewerkstelling en de economie? Dus dat zijn allemaal vragen die mensen hebben. En dan is natuurlijk het woord gevallen. Wat is de toekomst? En dan heb je drie mogelijkheden. En dat is vuil. Uw toekomst, het herstel kan een V-vorm aannemen. Snelle val, snelle stijging. Dat is waarop wij hopen. En het kan natuurlijk ook een U zijn, snelle val, een uitdieping van de crisis en dan een terugkomen naar een bepaald niveau dat aanvaardbaar is. Of het kan ook een L zijn, snelle val en geen recuperatie. Nu, in het verleden is die L nooit geweest. Er is altijd een V of een U geweest. Na pandemieën, maar die niet zo groot waren als die we nu kennen, was er altijd een V. Je zou kunnen zeggen dat de economische crisis van 2008 ook wel eerder een U was, maar toch met een sneller herstel. En dus als je hoopt voor een V-herstel, moet je wel het vertrouwen van de mensen beginnen herstellen. Dat gaat over consumenten, dat gaat over de ondernemers en dat gaat over de medewerkers. En er wordt heel veel gepubliceerd daarover, maar het vertrouwen vandaag is vrij laag. En dan is de vraag, wat kan HR doen in de toekomst om het vertrouwen te herstellen? En hoe zien zij hun eigen positie? Wel, men denkt dat men voor 30% meer invloed gaat hebben op welzijn. Ik zou daar in feite de collega's HR willen uitnodigen om daar toch wat ambitieuzer te zijn. Want als er één thema is die het herstel zal beïnvloeden van het bedrijf en van de economie, dan zal het wel welzijn zijn. 25% denkt dat ze meer invloed zullen hebben op beslissingen in de directie, dus meer strategisch kunnen zijn. Maar ook een 20% denkt dat dat minder het geval zal zijn. Een kleine 30% zegt dat ze meer gaan kunnen ondersteunen aan de hand van processen, ondersteuning door technologie, door kennis enzovoort. Maar een 30% zegt dat dat minder zal zijn. En als het gaat over efficiëntie in HR, zegt 45% dat een stuk moeilijker zal zijn in de toekomst. En dan zou ik toch zeggen, kijk, ja, dat kan wel zijn dat het moeilijker zal zijn, maar we gaan het toch beter moeten doen. En we gaan vooral moeten gaan werken op dat vertrouwen in onze organisaties. En er is ook een unieke kans vandaag, want als je kijkt naar onderzoek, ik ga eerst deze tonen, wie vertrouwen wij? Dat zijn niet zozeer de businessleiders, maar dat is onderzoek van voor de crisis. Als je kijkt naar dit onderzoek van dezelfde onderzoeker en je kijkt naar wie is betrouwbaar, dan zegt men vandaag dat de werkgever, de communicatie die van de werkgever komt, de meest betrouwbare bron is. En dat is nieuw, dat is uniek, omdat je daardoor kunt als werkgever in feite mensen een houvast vastgeven, is dat uniek. Dus als ze naar u kijken als werkgever van zeg ons wat het zal zijn, zeg ons wat we moeten doen, zeg ons hoe je ons gaat ondersteunen, zeg ons iets over de tewerkstelling natuurlijk, zeg iets over hygiëne en veiligheid enzovoort. Dat is natuurlijk een heel belangrijke rol die je kunt spelen, ook in het managen van dat vertrouwen. Want ook in de heropstart, en ik spreek ook met een aantal bedrijven, dan hoor ik wel, ja, dat lukt wel, maar er zijn toch mensen die komen werken en die toch nog altijd heel erg bang zijn. En we mogen niet vergeten dat mensen vaak ook willen komen werken en daar ook voor pushen, ook omwille van het inkomstenverlies. Dus dan komen ze werken, maar ze zijn bang en het probleem is dat ze elkaar ook wel wat kunnen besmetten. We zijn niet allemaal begaafd om allerlei relativering te kunnen doen. Er zijn mensen die in zeer precaire situaties zitten, thuis en financieel enzovoort. En dus met die amalgaam van mensen gaan wij moeten deze crisis overwinnen. En dus is vertrouwen dan heel cruciaal. En als je dan de vraag stelt, wat kunnen wij doen als HR? Ik denk dat HR
vier rollen kan nemen die er altijd geweest zijn, maar in de toekomst nog kunnen uitvergroot worden. Uiteraard, traditioneel hebben HR-mensen de expertise over menselijk gedrag, wetgeving, processen, arbeidsmarkt en eventueel digitaal. Misschien kan de laatste nog wat meer. Maar daar zie je toch dat vandaag die expertise heel sterk gespeeld heeft en heel veel organisaties heel snel hebben kunnen schakelen dankzij expertise in zaken tijdelijke werkloosheid, industriële relaties, allerhande vlieg- en plakwerk die gebeurd is door HR, dus die expertise. En dan is er uiteraard het coachend aspect. En als je dan kijkt naar het coachend aspect, dan is dat ook in zaken van hoe gaan wij nu omgaan met die toekomst. Begeleiden van leidinggevenden daarin, dat is denk ik vandaag een heel belangrijke rol van HR, als HR dat opneemt of als HR dat kan en mag. Dan meer naar architectuur, naar duurzame oplossingen gaan. We zijn stoemelings allemaal beginnen telewerken. Ik kan u zeggen dat het eerste keer dat ik met telewerk werd geconfronteerd was in 1995. We zijn vandaag 2020, 25 jaar later. Dat is niet om te zeggen dat ik oud ben, maar dat is om te zeggen dat wij heel erg traag zijn. En dus wij moeten gaan werken aan structurele oplossingen die ons voorbereiden op het onvoorbereidbare. Dat gaat over structuur en cultuur, processen, digitale technologie, maar ook grond, hoe gaan we om met die talent cloud, die total talent management, gaan we daar niet eens op een andere manier mee omgaan. En uiteindelijk denk ik, en ben ik ervan overtuigd, dat HR meer dan dat misschien HR zelf denkt, een grote invloed kan hebben op het meesturen, omdat strategie vandaag, als we willen die V-recovery doen, dan is strategie vandaag een heel menselijk gebeuren. En als ik terugkeer naar de essentie van HR, dan heb ik bijna alles rood gekleurd dat we zeggen, alles is relevant. Alles moet gebeuren en alles is belangrijk. En in feite, de spagaat waar wij in HR mee zitten, maar ook de leidinggevenden, is dat wij hetzelfde moeten doen en die essentie gaan moeten blijven doen, maar gewoon beter en in veel moeilijkere omstandigheden. Moeilijkere manieren. Dus ook dit is moeilijk, omdat ik nu kijk naar de camera, maar ik zie geen kat. Dus het is moeilijk om dit te doen. Het is moeilijker om leiding te geven. Het is moeilijker om HR te doen. Het is moeilijker om uw business te draaien. We kunnen dit gebruiken als HR om ons meer dan ooit te focussen op de essentie. En dat is de coronatest die we moeten doorstaan. Gaan wij daartoe in staat zijn? Zal HR daartoe in staat zijn? En de laatste vraag, en dat heeft Kathleen ook al aangehaald, is ook wie gaat dan zorgen voor de HR-professional? Dit is wat ik u wilde zeggen. En misschien dat er één of twee vragen zullen zijn. Dankjewel, David. Gelet op de timing ga ik meteen even door naar Chris de Meester van het VBO. En dan zullen we daarna nog een aantal vragen bekijken. Okay. Chris, ik geef jou graag het woord. Sorry voor het laten in het honderd lopen van de programmatie. Maar het voordeel van die situatie is dat ik ondertussen quasi zekerheid heb, 99%, over hoe het er precies vanaf 4 mei gaat uitzien. Omdat, ja, zoals u wellicht begrepen had, er nog discussies bezig waren rond het ministerieel besluit dat die volgende fase, die aankondigingen van de persconferentie ministerraad, dat allemaal in juridische teksten moest omzetten. En daar hebben we nu quasi zekerheid over. Dus dat is het voordeel van het omsmijten van de planning. Ik ga proberen nu mijn scherm te delen met jullie. Oké. Het gaat misschien even duizelen in de snelheid van de beelden die ik ga tonen, maar ik probeer daarmee toch even het hele verhaal nog te kaderen en er ook wat besluiten van onze kant uit aan te verbinden. Dus ja, impact op het menselijk kapitaal van organisaties. Het ging om dit beestje dat wereldwijd deze ziekte veroorzaakt heeft, COVID. U ziet de hele wereld geïmpacteerd, met uitzondering van Groenland en een paar niet-rapporterende Afrikaanse landen. Antarctica staat er niet op, maar ik veronderstel dat ook daar men vrij gevrijwaard gebleven is. In elk geval, dit is de tol op vandaag. Still counting, in 24 uur tijd
ziet u dat er nog heel wat gevallen zijn bijgekomen. Die curve, die stijl omhoog ging, die is inderdaad nu wat afgevlakt. Het ziet er elke dag op wereldschaal en ook op Belgisch niveau iets beter uit. Maar in elk geval, dat beestje heeft een serieuze impact gehad op onze economie. En als we zeggen op onze economie, dan betekent dat ook op onze werknemers en andere mensen die actief zijn in die economie. Uit de laatste conjunctuurbarometer van de Nationale Bank. Veel extra uitleg hoeft er niet bij dit plaatje. Uit onze bevraging samen met andere werkgeversorganisaties impact op de omzet per week. Ook dit zijn sprekende cijfers. Het positievere deel van het verhaal, heel wat ondernemingen geloven wel dat ze tot een redelijk niveau, tot zelfs 100%, en een aantal die hier economische opportuniteiten hebben gezien in deze crisis, hun omzet kunnen opkrikken na de lockdown, dus na een volgende fase, tot meer dan 100%. Maar in elk geval, ja, waar het ons om gaat, is niet zozeer dat totale economisch plaatje, maar de impact of hoe dit het dagelijkse leven en het werk van werknemers en andere economisch actieve en inactieve beïnvloedt. Daar is van bij het begin van de crisis gezegd door internationale instellingen en uiteraard ook door de sociale partners zelf. Ja, wij hebben hier een belangrijke rol te spelen. Niet alleen bij het stoppen van die pandemie, maar ook wat betreft het beperken van de impact daarvan op de samenleving, op de economie, maar uiteraard ook op de mensen in die economie. En dus sociaal dialoog, belangrijk wapen. En die sociale dialoog die heeft dan ook geresulteerd in een aantal resultaten. Voor ik daartoe kom, toch nog heel even. Dit is het plaatje waar we nu in zitten. Essentiële en niet-essentiële sectoren. Ik kort het even af voor de gemakkelijkheid. Telewerk als principe, bij de niet-essentiële een resultaatsverbintenis, dus verplicht telewerk. Bij de wel-essentiële of cruciale sectoren zo goed als mogelijk. We zitten in een situatie die men dan de juristen sui generis noemt, met een ministerieel besluit van openbare orde. Dat betekent dat wanneer het mogelijk is, het telewerk ook verplicht is, zowel in hoofden van de werknemer als in hoofden van de werkgever. Voor de functies waar het niet mogelijk is, social distancing en ook weer inspanningsverbintenis in de essentiële en een resultaatsverbintenis, dus absolute garantie voor de niet-essentiële met als mogelijke sanctie sluiting gedeeltelijk of volledig. Dat was de huidige situatie. Dit is nog eens het verhaal wat ik net heb verteld, maar we gaan naar een nieuwe situatie. En dat is wat men nu vanmorgen, heel de nacht door veronderstel ik, tot vanmorgen heeft proberen uit te klaren. De nieuwe situatie wordt niet helemaal zoals we gedacht hadden, met het verdwijnen van het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële sectoren. Dat onderscheid blijft behouden, maar de principes worden voor een groot stuk wel gelijk getrokken. Telewerk, en dat is denk ik al een hele belangrijke, telewerk wordt aanbevolen, niet meer verplicht, maar aanbevolen bij de niet-essentiële ondernemingen. Trouwens, heel kort, voor de essentiële, de cruciale sectoren, essentiële diensten, verandert er eigenlijk niks. De situatie blijft dezelfde. Er wordt hen wel gevraagd om de maatregelen die zij nemen voor social distancing af te toetsen met de generieke gids en eventueel met andere goede praktijken op sector of op bedrijfsniveau. In elk geval voor de niet-essentiële, het telewerk wordt aanbevolen en indien telewerk niet wordt toegepast, dan blijven bij het principe dat die social distancing regels toegepast moeten worden op de werkplek. Dat betekent inzonderheid nog altijd die 1,5 meter, maar je kan dat principe van die 1,5 meter ook gaan invullen met andere maatregelen, waardoor je die 1,5 meter niet meer strikt moet toepassen. En daarvoor baseer je je dan op die generieke gids, die aangevuld kan worden met richtlijnen of goede praktijken op sectorniveau of direct wordt toegepast op ondernemingsniveau.
dus telewerk aanbevolen, social distancing als principe verplicht. De invulling ervan kan nu ook met een reeks alternatieve maatregelen, waardoor die anderhalve meter strikt genomen niet altijd moet gerespecteerd worden. Uiteraard volg je daarbij preventieprincipes, eerst collectieve maatregelen, organisatorische maatregelen, alvorens je in een aantal gevallen komt bij persoonlijke bescherming. Nee, beter gezegd bij individuele maatregelen zoals maskers. Dus dat voor wat het nieuwe kader betreft. Die generieke gids die wordt bepalend voor de praktische toepassing op de werkvloer, voor bedrijven die gaan opstarten of doorstarten. Niet voor diegenen die actief zijn, die kunnen wel hier nog bijkomende inspiratie uit halen. Die gids is het resultaat van samenwerking tussen experts van de sociale partners, de overheid, de inspectie en het kabinet van de minister van Werk. En het basisprincipe is, er zijn twee schillen. De binnenste schil is degene die we traditioneel kennen, welzijn op het werk, met maatregelen gebaseerd op risicoanalyse. Niet alleen technische maatregelen, dat benadruk ik heel sterk, maar ook maatregelen gericht op het op de mens, op zijn psychosociaal welbevinden, welzijn in de breedste betekenis van het woord. Die schil die blijft uiteraard behouden, maar daar komt nu een tweede laag overheen die opgelegd is vanuit volksgezondheid, een laag die van openbare orde is, de hygiënemaatregelen, het thuiswerk, optreden bij symptomen en de distancing, het afstand houden. En wat zijn uiteraard onze begeleidende maatregelen om die twee schillen in elkaar te doen passen? Dat is in de eerste plaats overleg, goed overleg, informatie, goede informatie, niet eenrichtingsverkeer. Dus ik zou eerder zeggen communicatie, waarachtige communicatie, menselijke aspect meenemen. David en andere sprekers hebben dat ook al benadrukt. Ja, en dan de organisatie die uiteraard voor een stuk op zijn kop is gesmeten met de distancing, met dat thuiswerk. Dat zijn de tools die we hebben om die twee schillen met elkaar te verzoenen. Die gids die geeft, bedoeld voor de opstart, die geeft richtlijnen, inspiratiebron, kan ingekleurd worden, mooi woord vind ik zelf, ingekleurd worden op sectorniveau met specifieke situaties en voorbeelden. En wat benadrukt wordt is, ja, overleg. Je moet een draagvlak hebben om te zorgen dat die maatregelen goed worden toegepast. Dat is in het belang van onze economie, maar in de eerste plaats ook in het belang van ons aller gezondheid. Schema tussen de verhoudingen tussen generieke sector of directe toepassing in onderneming. Ga ik verder niet veel in detail op in. Ik veronderstel dat dit ondertussen gekend is. Dit wordt een inspiratiebron, goed overleg. Werknemers, de inspiratie, de creativiteit van uw werknemers, betrek die bij het distilleren van de juiste maatregelen. We krijgen heel veel praktische tips binnen. We hebben er vandaag al een paar gehoord. Heel veel praktische tips en vele daarvan komen van de werknemers zelf, die hun werkomgeving, hun werkpost, veel beter kennen dan een preventieadviseur of vaak ook veel beter dan de leidinggevende. En bijvoorbeeld een heel praktische tip die naar boven kwam in een van onze vorige webinars van het VBO dan. Voor de trapleuningen, bevestig gewoon zo'n kartonnen doosje met papieren doekjes aan de leuning beneden de trap en boven de trap en de mensen nemen een doekje en de leuning blijft proper. Simpel. Maar ja, je moet erop komen en de preventieadviseurs hadden dit zelf nog niet uitgedacht. Dit is ook een hele belangrijke die we benadrukken. Informatie, oké, die is natuurlijk een beetje formeel, maar het principe is, zorg dat uw mensen overal en altijd weten bij wie ze terecht kunnen. Is het voor een technisch probleem, een gezondheidsprobleem, een mentaal probleem? De vertrouwenspersoon, preventieadviseur, iedereen die een rol kan spelen, maak dat iedereen zich die informatie heeft en ook het vertrouwen heeft dat ze daarop beroep kunnen doen. Telethuiswerk, zoals ik zei in de persconferentie stond, blijft de norm. Ondertussen is dat dus genuanceerd, aanbevolen. De houdingen die u hier ziet zijn niet aangeraden. Het is gewoon ter illustratie van het principe. In elk geval, ja, maak goede afspraken. Dat zijn dingen die jullie kennen. Blijft hier belangrijk. We zitten in een
situatie waar het verplicht is. Het is, het is verplicht als de werkgever het organiseert. Het is dus niet zoals klassiek dat er eerst een akkoord moet zijn. We zitten nog altijd in een situatie van openbare orde met een ministerieel besluit dat boven alles staat. In elk geval een aantal tips. Wat wij meegeven is, ja, succes van uw telewerk wordt bepaald door de kwaliteit van de communicatie met uw mensen. En wat wij als tip geven is het principe van de team time, we time en me time. Team time, de korte start, werkvergadering 's ochtends. De dag ervoor overlopen, de prioriteitenplanning voor de dag zelf. WeTime is waar mensen, medewerkers, elkaar nodig hebben voor bepaalde taken. Laat dat niet over aan de e-mail, telefoon en chats, want dan ben je de hele dag bezig. Plan die WeTime ook in om zoveel mogelijk MeTime over te houden, de tijd dat werknemers daadwerkelijk met hun taken bezig zijn. En niet vergeten, ook in tijden van telewerk, training, niet vergeten, oké, de klassieke opleiding face-to-face, in-room, niet meer mogelijk, maar talrijke mogelijkheden van digitale opleiding. En mogen we elke dag nog vaststellen, begin misschien al eens met een goede opleiding rond het gebruik van de videoconferencing en andere digitale tools, want elke dag stellen we nog vast dat mensen daar problemen mee hebben. Ergonomie niet vergeten, een goede inrichting. En dan hebben we een aantal organisatorische maatregelen voorgesteld. Puur ter illustratie, niet denk ik de kern van ons betoog van vandaag, maar we hebben dit opgenomen om organisaties, ondernemingen te laten nadenken over die distancing. Hoe organiseer je dat? De grootte van de teams beperken, het isolatieprincipe, niet mengen. Organisatorische maatregelen, oké, theoretisch hier, maar gewoon door schuiven van werktijden of alterneren van pauzes, kan je het aantal mensen wat gelijktijdig aan het werk is in één ruimte verminderen. En dan hebben we wat creatief geweest. Architecturaal klopt het niet allemaal, maar we hebben getracht een aantal principes visueel duidelijk te maken. Onderneming getekend, zo is de bezetting normaal. Distancing strikt toegepast, een aantal werkposten, sanitair, bezoekersruimte zijn niet toegankelijk. En dan ter illustratie, dit is de normale circulatie. Met een circulatieplan kan je al veel organiseren. En dat komt denk ik ook in niet-coronatijden, kan dat ook de functionering van onderneming te goede komen. Schermen, afscheidingen, niet het meest populaire, want verbondenheid, het gevoel van samen te werken, is toch ook belangrijk. Maar oké, tijdelijk kan dit wel noodzakelijk zijn. Reorganisatie, ander meubilair, andere opstelling. De leuke bezoekersfauteuil is vervangen door twee stoeltjes. Kortom, we hebben hier een hele pak maatregelen illustratief weergegeven, puur om mensen aan het denken te zetten in ondernemingen. Zoals ik zei, liefst in overleg met uw werknemers. Zij kennen het beter en dan kom je tot hele goede en creatieve oplossingen en moet je geen discussies hebben over maskers en dergelijke. Goed, dus belangrijke boodschap ook naar onze mensen toe voor hun mentaal en hun fysiek welzijn, een veilige en gezonde werkomgeving, al die principes. Wat heb ik eraan toegevoegd buiten de klassiekers? Decoratieve elementen, creativiteit, wat bedoel ik daarmee? Oké, als we nu allemaal massaler dan nu, volgende week, terug in een werkomgeving samenzitten en we moeten die distancing respecteren. Misschien kan dan het gemis van het fysieke contact voor een stukje worden weggewerkt door wat meer aan de decoratieve elementen, de aankleding van de werkplek, om daar wat creativiteit op los te laten, om dan op zijn minst toch de omgeving wat aangenamer te maken. Die psychosociaal welbevinden van onze medewerkers, o zo belangrijk, vandaar toch de nadruk op goede informatie, veelvuldige communicatie en vooral de menselijke benadering in uw communicatie. Niet om de 5 minuten een mailtje met deze regel moet vanaf nu toegepast worden in de gangen. Dit zijn de nieuwe instructies voor de rookplek. Nee, benader dit op een menselijke manier. We zitten hier allemaal samen in, dus dat is ontzettend belangrijk. Er zijn mensen die met vragen zitten, er zijn mensen die zich moeilijk georganiseerd krijgen, voor wie autonomie eerder een geesel is dan een oplossing.
gelukkig een minderheid, maar er is een groep mensen voor wie autonomie echt geen pretje is, die structuur en richtlijnen nodig hebben. Dus belang om daarmee rekening te houden. En in tegenstelling tot een aantal internationale sprekers kort geleden, leg ik niet de meeste nadruk bij de telewerkers, maar leg ik de meeste nadruk bij aandacht voor de mensen die gewoon aan de slag gebleven zijn gedurende de afgelopen weken in hun gewone werkomgeving, die zich daarbij vaak angstig, oncomfortabel hebben gevoeld, maar die zijn blijven doorwerken. Dat is voor mij in eerste instantie de belangrijkste targetgroep, om die niet uit het oog te verliezen, niet te denken, die zijn blijven werken, dus dat gaat allemaal. We moeten ons daar verder niet te veel mee bezighouden. Proberen toch, en David en andere, Kathleen, hebben het ook benadrukt, proberen toch dat gevoel van verbondenheid in die moeilijke tijden, om dat met alle mogelijke manieren, creatief, om dat gevoel toch zo sterk mogelijk te houden en mensen het gevoel te geven van, ja, je staat hier niet alleen. We zijn er om jullie te ondersteunen op alle mogelijke manieren en ook om samen na te denken over hoe het nog beter kan. En dat brengt mij bij het einde en misschien wel het allerbelangrijkste, vertrouwen en respect. Niet alles, die gids bijvoorbeeld, controleerbaar, dat is niet het ordewoord. Het gaat niet om controle. Het gaat erom dat we als populatie, als groep, werknemers, werkgevers, zo goed mogelijk doen wat er in die gids staat. Het gaat niet om 100% op populatieniveau. Als we dat allemaal zo goed mogelijk doen, dan krijgen we die pandemie onder controle. Dus vertrouwen, respect. Ik heb ook begrepen dat heel veel werknemers plotseling een grotere blijk van waardering voelden, omdat men nu plotseling heel vaak inzag dat elk schakeltje echt wel cruciaal is als je plotseling in een totale andere setting, organisatie moet gaan werken. Dat plotseling een aantal werknemers zich ontdekt voelden en dat ze het gevoel kregen dat wat ze doen ook echt daadwerkelijk bijdraagt aan wat de onderneming in zijn totaliteit doet. Creativiteit kan ik niet genoeg benadrukken. In die gids en in de webinars die we organiseren en die anderen organiseren, zoals dit, geven we data, we geven informatie. Maar jullie, de werknemers, preventieadviseurs, experts, werkgevers, werknemers, moeten die informatie met hun vaardigheden omzetten tot kennis. En als je daar dan nog creativiteit op loslaat, dan kom je tot de echt goede en mooie oplossingen. En dat brengt mij tot dit en daarmee ga ik afsluiten. 28 april, dus 2 dagen geleden, was het de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Met als specifiek thema ook weer die COVID-crisis, die pandemie, coronapandemie. En ik heb toen afgesloten op de vraag van, wat heb je tot nu toe al meegenomen of geleerd in deze crisis? Heb ik gezegd dat wat ik heb meegenomen of wat ik meeneem is dat wij als mens, als werkgever en als werknemers, dat wij eigenlijk tot nu toe ongelooflijk veel discipline en verantwoordelijkheidszin aan de dag hebben gelegd. Dat we creativiteit hebben getoond en nog altijd tonen en heel vaak ook veerkracht. En dat het dankzij mensen zal zijn, mensen, werknemers, werkgevers of gewoon de burger, zoals we het dan zeggen. Dankzij mensen zal het zijn dat we deze crisis uiteindelijk gaan overwinnen. Voilà, dat was het voor wat mijn verhaal betreft. Bedankt. Oké, dankjewel, Chris. Ik zie dat we een beetje over de tijd gegaan zijn, dus ik ga zo snel mogelijk het woord teruggeven aan Ans, die jullie nog een zeer belangrijke laatste oproep zal meegeven. Oké, goed. Wij gaan inderdaad afronden, maar moesten we nu in een live omgeving zijn, dan zouden we op dit moment eigenlijk zeggen van ten eerste zouden we heel graag uitnodigen om een broodje met ons te eten en nog wat na te kaarten op de receptie of tijdens de lunch.
Dat kunnen we helaas nu niet doen, maar we willen u toch wel echt uitnodigen om misschien virtueel nog even te blijven als u zegt van ik heb toch nog een vraag of ik had een vraag gepost die ik nog graag beantwoord had gezien. Ook dat is normaal gezien in pre-coronatijden normaal dat we nog even in de zaal kunnen blijven treuzelen en bij het naar buiten gaan om nog een vraag te stellen. Dus zeer welkom om nog even te blijven. Wij zullen dat ook doen. En ik ben, terwijl ik aan het praten ben, ga ik eventjes mijn eindslide opzetten. Voor alle duidelijkheid, wij bezorgen u sowieso de presentatie en ook nog de link naar dit opname. Dus als u een deel gemist heeft, kan u dat rustig nog eens herbekijken. U mag zeker ook, we gaan zeker ook de vragen nog wat verder bekijken en ook zo nodig bij u terugkomen erover. Ik denk dat we meer dan ooit leren in deze tijden dat dit soort van complexe uitdagingen ons dichter bij elkaar brengt op een bepaalde manier en het eens te meer duidelijk maakt dat we zo oplossingen niet op onszelf kunnen uitvinden, dat het belangrijk is om van elkaar te leren, goede praktijken te delen, maar ook de worstelingen waar we mee zitten, ook op HR-vlak. Ik hoop dat dit soort van webinar u daar rond ook kan verbinden, maar ook wel de verbinding tussen praktijk en onderzoek verder kan verstevigen. Dus wij willen ook zelf graag heel graag een vinger aan de pols blijven houden als Next Generation Work Center. En in die zin ook wel een warme oproep bij deze om ook in het vervolgonderzoek te willen meestappen. Maar u krijgt daar zeker ook nog verdere informatie rond in de follow-up mail. Als u nu al niet kan wachten om te laten weten dat u dat wil doen, of eventueel als organisatie wat verder daar kwalitatief in wil meestappen, mag je alvast naar Kathleen een mailtje sturen. Ik wil u heel hartelijk danken voor uw aandacht, ook voor uw vragen en uw input. U smakelijk eten wensen als u nu toch moet vertrekken of u naar uw kinderen moet begeven om daar een en ander te gaan organiseren. Maar evenzeer welkom om nog even te blijven en dan beantwoorden wij graag verder uw vragen. En zonder twijfel, dit wordt vervolgd met wellicht nog verder webinars in de toekomst en zeker ook verdere blogs en andere verspreiding van onze boodschappen en resultaten. Dank u wel allemaal. En een goede heropstart of doorstart. Oké, dankjewel, Ans. Zoals gezegd, blijven wij hier nog eventjes. Dus als jullie nog tijd hebben, dan mogen jullie zeker ook blijven. Ik zou graag beginnen met een aantal vragen die tijdens het stukje van David naar boven kwamen. Maar jullie mogen gerust ook inpikken als andere panelleden zijnde. David, een vraag die langskwam. Gaan we in de feiten nu niet een doorgedreven shift zien naar overleven en het shareholdersperspectief, dus vanuit de economische noodzaak, in plaats van de aandacht voor duurzame waardecreatie en het stakeholdersperspectief? Ja, ik ben niet madame Soleil, dus er is een verschil tussen hoop en weten en vrezen. Ik hoop dat wij meer gaan leren dan uit deze crisis en dus dat we een aantal dingen gaan kunnen op een andere manier gaan aanpakken. Ik weet niet veel, maar ik weet wel dat als wij door deze crisis heen willen, dat we gaan moeten beroep doen op de creativiteit, de inzet, de motivatie enzovoort van heel veel mensen. Dus als wij dit niet beseffen, dan gaan bedrijven daaraan kapot gaan. Maar ik vrees dat er heel veel mensen en organisaties wel in oude of slechtere gewoontes zouden kunnen terug. Want ik wil wel onderlijnen dat ik niet zeg dat het vroeger allemaal slecht zou geweest zijn en dat er geen goede praktijken zijn. Er zijn bijzonder veel goede praktijken en bijzonder veel organisaties die het al goed deden. En ik hoop gewoon dat ze het blijven doen of beter doen. Ik geef één voorbeeld van een bedrijf dat in de tweede week van de coronacrisis een aanzienlijk percentage van de medewerkers heeft ontslaan, omdat er geen groei meer was. Wel, dat is een verkeerde aanpak. Voor zover er geen financiële kortsluiting was, maar een verkeerde aanpak, omdat je in feite daar een heel bijzondere boodschap geeft aan de mensen die achterblijven. En dat is een boodschap van weinig respect en geen vertrouwen. En dus de mensen daar vrezen dat als de coronacrisis voorbij is, dat mensen gewoon gaan vertrekken. Ze gaan dit niet vergeten. Dus je moet vandaag als organisatie heel sterk gaan inzetten op dat vertrouwen. En als je een beslissing neemt,
En er bestaan daar methodes voor, moet je ook een vertrouwensimpactanalyse doen als je een beslissing neemt. Oké, dankjewel David. Ik zie hier nog een vraag binnenkomen naar aanleiding van een artikel dat gisteren verscheen in KNAK. Het is plausibel dat mensen teruggaan naar het gewone leven, dat de coronacrisis eigenlijk weinig zal veranderen aan hoe de arbeidsmarkt functioneerde voor het coronatijdperk. Iemand van het publiek zegt, wellicht is het wel een moment om na te denken over het invoeren van een aantal nieuwe maatregelen in het HR-beleid, maar welke zouden volgens jullie dan prioriteit zijn? Het terugkeren naar wat er was, met de snelheid waarmee we willen terug opstarten, is dat inderdaad wel plausibel. Iemand in de lijst of in de chat vroeg ook van, gaan wij meer inzetten op welzijn in de toekomst? Ik weet het niet, ik hoop het. Maar in elk geval, ik zou heel vooraan zetten, zou ik zeggen, we werken rond welzijn, leiderschap en alles doen om samenwerking binnen een organisatie te bevorderen. En vandaar kun je alle systemen herbekijken. Kun je kijken waar je moet ondersteunen, welke slechte gewoontes je moet wegnemen, waar je moet ontwikkelen, waar moet je afwikkelen, bij wijze van spreken. En dus dat moet je gaan doen. Je ziet heel veel bedrijven die een soort versnelling geschoten zijn. En ik denk dat we die versnelling niet kunnen volhouden als we het willen doen op de manier waarop we het altijd gedaan hebben. En heel veel bedrijven gaan moeten veranderen. Maar wat precies hangt een beetje af van het bedrijf? Ja. Misschien daar snel nog even op inpikken. Ik denk ook in het pre-corona-tijdperk hadden we bedrijven waar je de noemer of de sticker excellent zou kunnen opkleven. Je had er een andere vrij grote groep, meer dan behoorlijk. Dat ga je natuurlijk nu nog altijd hebben. Alleen heb ik, dat is mijn aanvoelen, wordt voor een stukje ook wel door de bevragingen onderlijnd of bevestigd, dat er nu toch een groep bedrijven is die vaststellen dat, dat ze beter kunnen en dat op het vlak van hun organisatie, welzijn in de organisatie, veiligheid en gezondheid, aandacht voor het menselijk kapitaal, dat hen, of het nu een corona of een andere crisis is, hun kan helpen. Nu hebben ze het met schaam en schande ondervonden. Die organisaties die pre-corona al excellent of behoorlijk waren, die hebben, wat is mijn aanvoelen, hier toch iets gemakkelijker of iets eenvoudiger kunnen, ik zal niet zeggen doorfietsen, maar toch gemakkelijker kunnen doorploegen. En als er iets moet blijven, dan denk ik op zijn minst, het is dan puur vanuit gezondheid bekeken, de extra aandacht voor de hygiëne, de pure hygiënemaatregelen, die zou moeten blijven. Want als je zou kijken naar andere besmettelijke ziekten, en griep is de meest bekende, wij scoren als België absoluut slecht onder de ontwikkelde landen, omdat, in tegenstelling tot wat wij denken, onze algemene hand- en ademhalingshygiëne als België, die is slecht. Wij kunnen ook in toekomstige griepepidemieën het aantal besmettingen en het absenteïsme absoluut terugdringen door beter te doen, puur om al die hygiënemaatregelen te behouden. Het gaat dus over de basis in orde krijgen. Maar ik wil er toch nog iets aan toevoegen, want ik denk dat het een valkuil is dat we dat gaan vergeten door de snelheid van de heropstart en alle korte termijn zaken die er daar rond, en zeker die hygiënefactoren en die basis die heel belangrijk is om in orde te brengen. Maar ik denk dat, en ook wat voorbouwend op een paar andere zaken die uit dit seminarie al in de chat voorbij kwamen, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons als organisatie, als HR, maar ook dat we de rol opnemen of toch de tijd even nemen om mensen wel bewust te maken zelf en ook leidinggevende van welke vaardigheden en competenties mensen ook wel hebben getoond de voorbije weken om met z'n allen die omschakeling mogelijk te maken. En dat is net zoals ik in de dialoog met mijn kinderen ook probeer in die metacommunicatie te gaan van wat leer je nu eigenlijk ook los van je wiskunde en zo door zelf sturend een aantal zaken te nemen van wat zijn eigenlijk vaardigheden die je nu misschien al hebt ontwikkeld, die je normaal pas aan de universiteit gaat nodig hebben om te kunnen succesvol zijn. En ik denk dat we moeten ons ervoor behoeden dat we dat eigenlijk zo wat onder de waterlijn laten en dat dan nu fijn en bedank u wel dat je dat even flexibel bent geweest en we gaan weer voort. Want mensen hebben hier, denk ik,
heel wat competenties moeten inzetten. En voor sommigen is dat een grotere stretch geweest dan voor anderen. Om effectief in deze situatie productief te kunnen blijven, om die veerkracht te tonen enzovoort. En ik denk dat we als HR ook wel een boodschap moeten brengen dat het welzijn en de aandacht daar rond ook wat naast de inzetbaarheid moet gaan. Van hoe hebben we misschien ook hierdoor een stuk onze inzetbaarheid verruimd, of onze kansen op inzetbaar blijven door die flexibiliteit. Maar tegelijkertijd ook durven de vraag stellen, maar wat betekent dat omgekeerd voor die grote aantallen die we nu thuis hebben gezet in een betaald verlofstelsel, in technologische werkloosheid, tijdelijke werkloosheid of wat dan ook. En als we tot vandaag eigenlijk weinig hebben gedaan om in die tijden ook te investeren in competentieontwikkeling, moeten we daar toch niet een omslag maken. Dus ik denk welzijn en inzetbaarheid, dat eigenlijk twee aspecten zijn waar we wel stappen kunnen en moeten zetten ook om naar de toekomst verder te gaan. Hans, er zijn goede voorbeelden van bedrijven die een deel van de tijd van de tewerkstelling, dus de betaalde tewerkstelling, hebben benut om opleiding te geven, die ze dan toch moesten geven ooit, of proactief gegeven hebben. Er zijn ook een aantal bedrijven of organisaties die kiest om geen tijdelijke werkloosheid toe te passen, omdat ze niet mogen of omdat het niet opportun is, omdat ze heel close bij de overheid aanleunen enzovoort. Maar die hebben dat ook geprobeerd. Nu, het was niet gemakkelijk en de creativiteit loopt een beetje dun op dit moment. En ze zijn blij dat men weer terug kan gaan werken, want je kunt niet met mensen bezig blijven. Maar ik heb heel veel mooie dingen gezien. Ja. En wat antwoorden jouw kinderen dan als je zo'n meta-vraag stelt, Hans? Ik gebruik het woord meta-vraag wel niet, hè. Okay. Dan zijn ze weg, voor ik ben uitgesproken, maar... Oké. Kathleen, ik heb hier nog een vraagje die tijdens jouw deel gesteld werd. Waar plaats je de term veerkracht bij de groep mensen die aan hun basisbehoeften niet meer kunnen voldoen? Ja, ik had ze ook inderdaad gezien. Ja, ik denk dat inderdaad, dat is met elkaar verbonden. Hè. Als er mensen zijn die volledig geïsoleerd zijn en totale eenzaamheid leven, dan gaat het inderdaad heel erg moeilijk zijn om aan veerkracht te bouwen. En het blijft altijd mogelijk, maar natuurlijk, maar daarom heet het ook basisbehoeften. Hè. Dat zijn drie noden die elke mens heeft, die voor een deel toch ingevuld moeten worden, vooraleer dat je gezond kunt functioneren. En het zal altijd... Er gaat overal mogelijkheid blijven om die basisbehoefte in te vullen, al zit het misschien in kleinere dingen als je gewend bent. Maar ik denk dat die twee dingen echt wel samenhangen. De basisbehoeften moeten inderdaad ingevuld worden. En bijvoorbeeld, stel dat je volledig geïsoleerd bent, je leeft alleen op een appartement en er zijn geen huisgenoten, je hebt ook geen vrienden in de buurt waarmee je kunt gaan wandelen. Dan zou je kunnen zeggen, mijn behoeften en verbondenheid, ik zal er al een streep door trekken, dat is weg. Maar dat hoeft ook weer zo niet te zijn. Hè. Daar ook kun je naar opportuniteiten zoeken en misschien wel... briefjes in de bus gaan steken, wie wil mijn wandelbuddy zijn bij de buren? Dus het is nooit niet een... het is geen zwart-wit situatie. Mm-hmm. Ja. Dan ga ik graag over naar een volgende vraag. De crisis toont aan dat back to normal niet zomaar zal gebeuren. Vermoedelijk zullen er dingen moeten veranderen op vlak van jobs, rollen. En zal er een nieuw evenwicht moeten komen. Maar wat zijn volgens jullie de belangrijkste wijzigingen voor deze rollen? En hoe neem je werknemers hierin mee? Ik denk dat een belangrijk... Want ik had ook een paar vragen over leiderschap zien komen. Hè, en daar moet ik ook aan denken. Dat een ook beetje gelinkt aan de vorige vraag. Wat gaat er nu veranderen? Vallen mensen terug in hun oude gedrag? Ik denk dat leidinggevenden daar inderdaad een grote verantwoordelijkheid hebben. Met een stukje van... hoe dat vervolg moet gaan, ook terug te leggen bij de werknemers. We hebben gezien dat ze tot hele mooie dingen in staat waren, allemaal samen. Het is niet de bedoeling om nu terug naar de leidinggever te gaan kijken en hij of zij zal het wel oplossen. Maar dat mensen die toch een stukje sterk mogelijk zijn in hoe dat ze deze hebben doorleefd, dat mensen het samen met hun leidinggever op zoek gaan naar hoe kunnen we hier best verder mee aan de slag. Vanuit het idee ook van, ze spreken soms over een wicked problem of een adaptieve uitdaging, vind ik altijd nog interessanter om te horen. Er zijn uitdagingen die heel moeilijk zijn, maar als we genoeg experten bij elkaar stellen, hop, dan lossen we dat wel op. Maar er zijn ook uitdagingen die een adaptatie van onszelf vereisen, die verwachten dat wij zelf een stukje veranderen, vooraleer dat we eraan kunnen beantwoorden. En ik denk dat deze COVID-19-crisis zo'n adaptieve challenge was. En dat is ook zeker geen kwestie van de leidinggevende die dit nu gaat oplossen, of HR die dit gaat oplossen, maar een kwestie van iedereen in zijn verantwoordelijkheid zetten en ook die verantwoordelijkheid laten opnemen in de mate waarin hij of zij dat al wil, en er samen naar zoeken. En niet pretenderen dat er ergens iemand gaat zijn die het allemaal wel gaat oplossen.
Dat is mijn duit in het zakje. Daar wat op aanvullend. Wij zijn al een tijdje bezig met ons onderzoek naar de future of work en waar we dat in pre-coronatijden vooral in de context van technologische veranderingen bekeken. Maar waar we eigenlijk zowel de oefening in onderzoek, maar ook op bedrijfsniveau toch altijd deden in inderdaad een dialoog er rond opstarten met leidinggevenden, met medewerkers zelf en ook op een hoger niveau. Waar we altijd de drie soorten vragen... Of laten medewerkers nadenken en teamleiders over hoe veranderen jobs? Of hoe zijn jobs veranderd? Of hoe zullen ze nog veranderen? Maar zowel kijken naar de manier waarop dat we werk doen. Verandert de jobuitvoering, maar verandert de job misschien ook inhoudelijk? Zijn er bepaalde taken die zijn weggevallen, die complexer zijn geworden en die erbij komen? Of zien we dat bepaalde jobs zodanig transformeren dat ze eigenlijk een andere job geworden zijn? Of op termijn zullen verdwijnen of in technologiegevallen dan gerobotiseerd bijvoorbeeld. En eigenlijk kunnen we die parallel hier perfect doortrekken. Ik denk dat het ook hier belangrijk is om te gaan kijken van is mijn werk veranderd de voorbije weken? Wat kan en wil ik daar ook, of willen we daar als organisatie rond doorzetten? Op de manier van werken, maar ook naar taken waar we van geleerd hebben. Misschien waren die eigenlijk ook niet zo essentieel, want we hebben het nu ook er zonder kunnen doen een tijdje. We hebben een aantal meetings kunnen weglaten. We hebben een aantal zaken anders gedaan, inhoudelijk. Dus gaan er misschien zaken wegvallen? En ook zijn er bepaalde jobs die zodanig getransformeerd zijn of dat we vaststellen van we gaan die nooit meer in hun oorspronkelijke vorm willen terug invoeren, want we hebben geleerd dat het eigenlijk op een andere manier beter kan. En in de drie gevallen is dan de volgende stap, wat betekent dat opnieuw voor de competenties en voor de inzetbaarheid van onze mensen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om daar zo van een concreet kader te vertrekken en casussen en voorbeelden ook te sprokkelen doorheen de organisatie om daar dan daar rond een verder beleid uit te bouwen, opnieuw om ook wel een stuk meer die dynamiek en makkelijkere invulling van rollen en veranderen van rollen te gaan stimuleren in de organisatie. Oké, dankjewel, Ans. Dan ga ik graag over naar een volgende vraag. Ik denk, Chris, dat tijdens jouw stukje naar voren kwam. Iemand zegt, ik begrijp dat je niet direct iedereen kan ontslaan, dat je graag iedereen aan boord houdt. Maar wat kan je dan wel doen als je aan het bloeden bent en je moet die afweging maken tussen, blijft mijn bedrijf voortbestaan, moet ik mensen ontslaan of niet? Ja, oké. Okay. Niet zeker dat ik daar iets over gezegd heb, maar op die moment bekijk je deze situatie niet anders dan een andere situatie. Je hebt alleen wat extra mogelijkheden om er de rekker op te zetten. Ons systeem van technische werkloosheid is natuurlijk een vangnet wat men in vele andere landen niet kent, of niet op die, in elk geval niet op die manier. Dat geeft u wat ruimte, maar verder, ja... Als het voortbestaan van je onderneming in het gedrang is, omdat je om welke reden dan ook niet van dat vangnet kan gebruikmaken, dan zal ik niet zeggen dat je nu anders moet reageren dan in elke andere situatie die je de continuïteit van je onderneming bedreigt. Ja. Ik bedoel, ja, de menselijke benadering, dat ging me vooral natuurlijk om hoe we werken en hoe we samenwerken. Als je dat plaatst in een context van een onderneming wiens voortbestaan is bedreigd, ja, dat is natuurlijk een ander verhaal. Daar had ik niet specifiek over. En ja, in een aantal gevallen, dat beseffen we ook, zullen afvloeien niet kunnen vermeden worden. Maar tegelijkertijd, ook in deze coronatijden, hebben we gezien dat ook aanwervingen blijven doorlopen en zelfs in een aantal gevallen op een hoog niveau zitten. Dus ja, daar denk ik is er geen specifiek corona-antwoord te geven, behalve dat we toch iets meer ruimte hebben als onderneming om op zijn minst voor een bepaalde periode een moeilijke situatie door te spartelen. Er was in de financiële economische tijd een tijd geleden een onderzoek waarin gesteld werd dat 18% van de bedrijven, en ik denk dat het 18% was, nu al of voor de crisis al in de moeilijkheden zat en dus geen enkele reserve heeft om dit te overkomen. Dus dat we zeggen, en ook een kleine 20% heeft absoluut geen probleem met deze crisis. Dus de rest zal ook wel aanpassingsvermogen nodig hebben, dus veerkracht als organisatie nodig hebben om hierdoor te geraken. En dan zijn er twee situaties. Heb je de reserves
om deze periode te overbruggen, inclusief ook de maatregelen die genomen kunnen worden dankzij de systemen die we hebben? Of heb je die niet? En als je die niet hebt, als er geen mogelijkheid is om zonder kleerscheuren hier door te geraken, dan moet je die kleerscheuren pakken. Maar moet je ze dan ook wel nemen op een manier die, en dat is raar om te zeggen, maar die toch vertrouwen kan wekken naar de toekomst toe. Want als je een herorganisatie of een downsizing, of hoe je het ook noemt, gaat toepassen, dan moet je vooral ook kijken naar niet alleen het respect voor de mensen die moeten vertrekken, maar ook het vertrouwen van de mensen die gaan achterblijven. En dus raad ik altijd aan om dat op een heel transparante, empathische manier zelfs te gaan doen, zodat je in feite je menselijke waarde die je nog in het bedrijf hebt, niet gaat reduceren. Dus dat is heel belangrijk. En ik weet uit persoonlijke ervaring hoe moeilijk het is om een herstructurering aan te kondigen en dat op een menselijke manier te doen. Maar het is vooral de manier waarop dat je het doet die gaat bepalen of dat goed gaat aankomen. Maar laten we zeggen, ik hoop dat toch heel wat bedrijven gaan beseffen dat 2020 waarschijnlijk toch een verloren jaar is als men de vergelijking maakt met de doelstellingen qua EBITDA, qua groei, qua commerciële realisaties enzovoort. En dat dat zeer onwaarschijnlijk is dat we dat op 6 maanden gaan recupereren. En als de investeerders dat gaan begrijpen, wat een wens en soms ook wel een realiteit is, dan gaan we er wel door geraken. Ik wil misschien heel even aanvullen bij wat David daarnet zei, van het heel veel heeft te maken met de manier waarop, aanvullen vanuit onderzoek, dat ook daar inderdaad heel duidelijk aangetoond is dat procedurele rechtvaardigheid, zoals dat dan heet, een heel grote impact kan hebben. Dus bij wijze van spreken, al is de effectieve beslissing nog zo erg, en natuurlijk gaat dat dan niet positief onthaald worden, maar als de manier waarop dat ze gecommuniceerd wordt en de manier waarop de beslissingen genomen zijn helder, transparant en rechtvaardig gepercipieerd worden, dan is dat een heel groot bufferend effect. Dus misschien ook nog interessant om daarmee te vermelden. Oké, dankjewel. Hans, ik heb nog een vraag voor jou. Is er ook informatie over de groep freelancers of mensen die op interim basis werken? Ja, we hebben nu puur uit onze eigen bevragingen hebben we alleen vastgesteld dat inderdaad toch ook wel een reflex is bij een aantal organisaties om die samenwerking af te bouwen, stop te zetten, maar tegelijk dat sommigen ook net die freelancers inroepen omdat zij extra capaciteit nodig hebben. David gaf het ook al aan dat we daar grote verschillen zien in de manier waarop dat organisaties daarmee omgaan. Ik denk dat we tot voor de corona-uitbraak en net heel veel, er heel veel te doen was rond die groeiende gig-economie en allerhande vormen van flexibele inzet van talent en waar wij ook wel in ons eigen onderzoek vaststelden dat er toch wel evenveel bedrijven daarvoor zeiden van wij doen dat omwille van de flexibiliteit. Hè. Dat gaat sneller dan een aanwerving en de kost en dat soort redenen. Maar ook wel heel wat organisaties die aangaven, en zeer velen eigenlijk, we doen dat omwille van die unieke expertise hè, die we anders niet vinden. En ik denk dat dat een soort van tweeledigheid is die we ook terugvinden in de loopbanen en in de situatie van freelancers. Hè, dat we hier ook zien dat het heel hard afhangt van een stuk het expertise-niveau dat zij brengen en de uniekheid daarvan op de arbeidsmarkt. En de arbeidsmarkt is nog altijd op bepaalde vlakken krap. Hè. Er is wat meer rek opgekomen, of er is wat meer ontspannen geworden, maar er zijn toch nog altijd profielen waar men hard naar zoekt. We hebben zelf hier nu geen onderzoek er rond, hè, maar we zien wel uit andere bevragingen dat zeker ook die freelancers daar een kwetsbare groep in vormen. Hè. Dus ik denk dat we... Ja, ik kan het toch niet laten om dat wel even aan te geven. We kunnen als HR wel heel hard naar onze interne arbeidsmarkt kijken, maar we doen automatisch, je sluit dat niet af, van de externe arbeidsmarkt. En we merken vandaag dat we dat ook nodig hebben, dat beleid rond die externe arbeidsmarkt, om te kunnen overleven, hè, dat die oplossingen rond tijdelijke werkloosheid en zo echt heel noodzakelijk waren. Dus we kijken heel hard naar die externe arbeidsmarkt en het beleid daar rond om onze interne arbeidsmarkt eigenlijk leefbaar te houden vandaag. We deden dat voor de coronacrisis ook, als er krapte was in de war for talent en we behoefte hadden aan het activeren van werklozen. Ik denk dat we ook wel moeten beseffen dat hoe we vandaag als bedrijf onze interne arbeidsmarkt terug gaan heractiveren, ook gevolgen zal hebben voor die externe arbeidsmarkt. Hè. En daardoor op termijn indirect ook terug zal komen naar ons. Dus ik denk dat het hier
toch wel belangrijk is dat het, het is normaal dat we elk vanuit ons eigen bedrijf nu kijken naar wat hebben wij nodig. Ah, die freelancers, dat is dat zandzakje, zoals David zei. Hè, dat geeft ons ademruimte, dat borgt onze continuïteit. Maar wat creëren we door al die flexibele mensen nu te laten vallen op de arbeidsmarkt? En wat brengt dat op termijn terug naar ons? Want ook daar denk ik dat we als bedrijf wat het evenwicht moeten garanderen tussen dingen vragen van die externe arbeidsmarkt en ons ook bewust zijn van hoe beïnvloeden we zelf ook mee door onze HR-beslissingen hoe die arbeidsmarkt van morgen ermee gaat uitzien. Oké, dankjewel. Dan kunnen we misschien afsluiten met een laatste vraag. Ik zag in de chat ook nog een vraag passeren. Hebben jullie weet of dat er evidence-based programma's bestaan die HR-mensen, leidinggevende of werknemers kunnen ondersteunen om welzijn op het werk te bevorderen? En preventie bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk zijn die er. En ik weet van heel wat theoretische modellen die wat toegepast worden of uitgewerkt zijn. Maar ik weet nu niet zo heel goed wat ik hierop moet kunnen antwoorden. Het ABC-model is er eentje wat veel gebruikt wordt. Er wordt gekeken naar dat veerkracht. Er zijn ook heel wat theorieën rond. Dus ik weet niet heel goed wat ik hierop zou moeten antwoorden. Ja, het is niet duidelijk wat men precies bedoelt. Bedoelen ze een standaard, een norm of een systeem wat je kan toepassen? Ik denk echt een systeem. Er zijn evidence-based programma's. Ja. Wel ja, je zal het uiteindelijk, je welzijnsbeleid moet je zelf opbouwen vanuit je eigen organisatie. En daar kan je inspiratie halen uit andere modellen. En hier zal dat, denk ik, een combinatie van een aantal zaken moeten zijn. En sommige zijn genoemd. Ik denk alles rond workplace health promotion zou ik zeker ook ermee instoppen. Uw klassieke, in dit geval, in deze situatie, is uw klassieke preventiebeleid puur geënt op veiligheid en gezondheid op het werk. Een hele belangrijke, want dat is de eerste vraag die mensen zich nu stellen. Hè. Kan ik wel veilig werken? Dus dat is uw klassieke preventiebenadering volgens de welzijnswet. En die vul je aan met andere programma's. Maar ik denk dat er niet één mirakelsysteem of oplossing is. Je zal altijd moeten vertrekken vanuit de eigenheid van uw bedrijf, van uw organisatie, van uw bedrijfscultuur. Het hele strikte technische model, risicobeheersingsmodel, dat werkt misschien goed in een omgeving van in een maakomgeving met veel ingenieurs, maar dat moet je niet loslaten op mensen die in een creatieve sector zitten. Dus er is niet één mirakelmodel. Ja, er is wel één principe die denk ik altijd geldt en dat is het principe van recuperatie. Bijvoorbeeld nu in deze COVID-crisis hebben wij zeer veel online meetings en ik spreek niet over de maakindustrie, maar de ene eindigt om 11:00 en de volgende begint om 11:00 en we hebben geen recuperatie meer. En dus elke dag heeft zijn lunch, elke moment heeft de mogelijkheid tot recuperatie, elke dag heeft een avond, elke week heeft een weekend, elk jaar had een vakantie, dat is weggevallen. Maar je moet in feite die recuperatie toepassen. En dat is iets, en met de leeftijd wordt die nood aan recuperatie nog veel groter, maar in feite kun je dan op basis van die, en dat is wetenschappelijk ondersteund, als je zegt van kijk, recuperatie is belangrijk als we willen in welzijn investeren, dat we zeggen dat je ook gewoontes gaan moeten inbouwen in je werk, die recuperatie gaan mogelijk maken. Dat is een voorbeeld, maar er zijn, zoals Chris zegt, heel veel zaken die je kunt doen en je moet dan kiezen wat inderdaad past in jouw context. Oké, dankjewel. Een praktische tip voor die recuperatie. Je kan je screensaver instellen dat die om de zoveel tijd automatisch op een zwart scherm springt gedurende een bepaalde tijd. Dat is een signaal naar jezelf dat er inderdaad recuperatiemomenten moeten ingebouwd worden. Oké, dankjewel Chris. Met deze praktische tip denk ik dat we kunnen afronden. Dankjewel iedereen om aanwezig te zijn. Merci ook aan alle panelleden voor jullie interessante informatie. Dankjewel aan de mensen die zijn blijven hangen voor het vragenrondje. Zoals gezegd gaan we jullie nog de presentatie toesturen. Alle informatie die we beloofd hebben, komt eraan. En bij deze nog een warme oproep om mee te doen aan vervolgonderzoek. En dat kan via het e-mailadres van Kathleen, dat jullie ook nog zullen krijgen in de mailing achteraf. Dankjewel iedereen. Dag. Dag. Succes allemaal. Tot ziens. Tot ziens.